zijn ze dan? De NDA's, conferentie komt eraan. Daar zijn ze dan! De cabaretjes, want het kan weer en het mag weer dus weer steeds. Het kan er helaas voor een reactie van, onder de dood die grijnst ons aan ze dan. Maar dit jaar kan de vies met ons chauffeur, dus genieten maar van die vandeur. Nee, ik vind dat hartstikke mooi, maar ik ga je dat zuurstof, ja, maar dit al geen mens vol. Ga het niet vinden. Je eindejaars, je conference. Je eindejaars, conference. Zing maar de eindejaars, je eindejaars, conference komt eraan. Ja, weet je wel. De cabaretjes. Barre tijden, dus laat hier uw hart verblijden. Buiten waait de wilde jacht en stoort ons in onze dromen. En zie de maan schijnt door de bomen ons een weg te wijzen. Door de nacht naar een liefdevolle herberg waar warm entertainment wacht. In ons hotel, dat voel je wel. In ons hotel, daar spreekt de noberschap voor zich. En wij als cabaretiers, wij zorgen voor vertier, voor verstrooiing en vertroosting, dus kom hier. Lieve mensen, wat mooi dat je er bent. In onze herberg is plek zat, dus kom erin dan. En zo is het. Goedenavond, Enschede! Goedenavond. What the fuck? Het is het afgelopen jaar toch natter geweest dan ik dacht. Enschede, mooi dat je er allemaal bent. Oh god, wat is dit dan, joh? Margabult. Oh, heeft zich toch laten vaccineren. Ja, ik moet hem. Ik lees dit soort blaadjes alleen voor de interviews, hè. Dat maar weet. Tenminste, als die interviews aan de binnenkant van de dijkjes tatoeëerd bent. In Braille. Nou, Enschede. De sfeer zit er goed in. De sfeer, waar? Nou, ontzettend fijn dat je er bent. Nog fijner dat Wille er weer bent. Er is me je vraag of ik namens de mensen uit de cultuursector ook nog iets wil zeggen vanavond. Over de afgelopen jaren en dan vooral over de corona. Nou, dat wil ik wel. Nou, Kumpen. Corona. Dat was kloot. Dank u wel. Of
Ik vind trouwens, laat ik meteen afspreken, applaus, ik vind het leuk. Maar of allemaal, of helemaal niemand. Nee, maar corona was knap kloten. Mijn opoe zei, corona André, corona, ik vond een oorlog leuker. En dat was ook zo. Een oorlog was leuker, want met sommige Duitsers kon je gewoon hartstikke veel lol hebben. En sommige, hè, niet met allemaal, er waren ook Duitsers die waren hartstikke verveeld. Zoals Lothar Matthäus. Hele vervelende kerel. En Tony Schumacher. Niet de autocoureur, hè? Dat is Michael Schumacher. Die ligt in coma. Tony Schumacher. Bij hem lag de tegenstander altijd in coma. Hele nare kerel. En hij ook leuk die zegt, ja, maar Hitler dan. Hitler was ook verveeld. Hij was hartstikke verveeld, maar Hitler was geen Duitser. Nee, dat was een Oostenrijker. Wat een heel verveeld. Een heel vervelend Oostenrijk. Ik kan me best voorstellen dat de leur dagen, mijn god, wat is de Hitler een vervelend kerel? Dat lijkt wel een Duitser. Maar goed. Dat is waar eenmaal. Om even aan te geven hoe corona voor de leur de cultuursector film, het film niet lekker. Nee, het film niet lekker. Het was net alsof de leur uit de cultuursector geen plek meer hadden in de samenleving. Paria's. He, als ouder niet meer bijhuren. Het film een beetje als Marco Borsato den een optreden moest verzorgen in kinderdagverblijf het rode kontje. En dat ze hem dan vlak van de veuren afbellen. En dat we allemaal hadden al het idee dat we niet echt welkom waren. Terwijl de creatieve sector natuurlijk de afgelopen 3-4 jaar ook had kunnen helpen. We hadden kunnen helpen met ideeën in plaats van geld. Maar wat wil ook weten, dit is het land van geld. En wat ze hier doet, is overal een klap geldding aangooien. He, maar als je geen idee hebt, dan lost ergens een klap geldding aangooien helemaal niks op. Als je geen idee hebt, dan veroorzaakt geld alleen maar nog meer probleem. Want ook deze crisis heeft natuurlijk weer hetzelfde verloop gehad als alle andere crisissen hiervoor. En dat zal gebeuren, dat was ons, vertegenwoordigers van de cultuursector, al de eerste dagen van de coronacrisis helder. Het was ons zo helder als glas. En vanaf dag 1 wisten we dat het punt uit dezelfde die eronder moet liggen. En het punt uit dezelfde die ervan profiteert. He, dat gouden hoer, bijvoorbeeld rondom de mondkapjes deal met Siewert van Lien. Dat was voorspelbaar. Dat was net zo voorspelbaar als de degradatie van Heracles. Ja, ik wist wel dat jullie dat hier leuk zouden vinden. Ik heb ongeveer dezelfde grap 10 jaar geleden gemaakt in Almelo. Ja, die moet dan helemaal hierheen nu. Maar goed, zo voorspelbaar. Het was zo voorspelbaar als oer een raamvallende Rus. Zodat je weet, god, volgens mij is het herfst. Het was zo voorspelbaar als ik weet niet wat. Het waren namelijk allemaal, met de mondkapjes deal, ik weet niet of je kunt herinneren, het waren allemaal CDA'ers. Zowel bij de leu die het geld moesten uitdelen, als bij de leu die het geld ging ontvangen. En CDA's en geld, dat is de overtreffende trap van de kat op het spekbin. Dat is een kat met zijn eigen varkensvlek. En dat geeft allemaal niks, want zo dood die christenen, dat duizend joh, daar brengt ze nu eenmaal christenen voor won. En dat was het hele idee achter het lidmaatschap van de christenen. Maar dat ze dan vervolgens ook nog eens een onderzoek naar die mondkapjesdeal instelt bij een bevriend christelijk onderzoeksbureau. En dan vooral om het eigen faal onder zoveel mogelijk papier te begrijpen. En dat onderzoek ons ook nog eens 6 miljoen euro heeft gekost. Dat is werkelijk waar een stapel gek van te worden. Ik word er een beetje emotioneel van. Dat hele onderzoek had ik ook wel willen doen namens de cultuursector. En dan was het nog een half uur en een kostenpost van 1 kop koffie volkomen helder. Wie heeft ons laten begatjen? Wie heeft ons laten begatjen? En dat is de woordentragiek van onze tijd. Leu, die van de afgelopen crisis een prachtig spektakel hadden kunnen maken, wordt niks gevraagd. En leu, die er geen kloten van kunt maken, maakte verschrikkelijk theater van. Mijn wens voor het komende jaar is dan ook kraakhelder. Iedereen moet weer gewoon doen wat er goed in is. Het onderwijs lauw over aan de onderwijzers. De zorg aan de zorgmedewerkers. Het theater is voor de artiesten. En de politici die op dit moment vindt
dat Vladimir Poetin moet steunen vanuit de Tweede Kamer. Die moet zo snel als een kleine beentjes rennen kunt naar Oekraïne gaan om de Russen te helpen met vechten. Godverdomme! En verder wens ik jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Maar eerst nog een meer dan genoeglijke avond. Velle willen! Badjas! Alsjeblieft. Dank u wel. XXXL handdoeken liggen in de sauna. Dat is fijn, dank u. Ik heb veel te weinig ruimte. Ja, ik heb veel meer ruimte nodig. Ja, veel te weinig. Ja, ik zie u leuk kieken. Kemperink, Alberg, hotel. Maar wij zijn meer dan dat. Ja, wij zijn opvang voor heel veel leu. Voor echt heel veel leu. We hebben eigenlijk plekken tekort. Want er zijn heel veel leu die opvang nodig hebben. Want er zijn allemaal crisissen. We hebben zoveel crisissen. We hebben gascrisis in Groningen, leu bij het huis kwijt. Met gewoon opvang hebben. We hebben een toeslagencrisis. Hè, kinderen die geen plek meer hebben. We hebben knal crisis in Geerdijk. Hebben leu geen plek meer. Straks de hele linkervleugel van ons hotel is allemaal voor de boeren. Die hebben straks ook geen plek meer. Allemaal crisissen. En we hebben zelf ook nog personeelscrisis. Ja, we hebben personeelstekort. Daarom hebben we ook veel. We hebben allemaal helemaal verschillende functies hier. Zo ben ik dan zeg maar kok. Ik ben reparatieman. Ik zet de grieze bak in de straat. En ik doe administratie. Maar alleen de debetkant. Maar in deze crisisopvang, ja, zorgen we dan ook voor vertier. En samen met mijn collega's doen we dan ook nog het amusement voor vanavond. Want in welke crisis je ook begeeft, er moet wel gelachen worden. En dat gooi vanavond. En de eerste artiest mag ik dan ook meteen aankondigen. Want wat is kerstmis zonder Christmas Carol? En wat is Christmas Carol zonder onze eerste gast? Geef hem een applaus. Hier is Ebenezer Scrooge. Verschrikkelijk of niet? Iedere hotel waar je binnenkomt zit maar zo'n beuzelachtige muzikant pleegmatig op de toetsen te rammen. Ik heb het over u, joh. Inhoudsloze baggermuziek. Dat ben je aan het maken, ja. Zoek een baan. Gewoon aan het werk, joh. Gewoon kanaalgrijm tussen Oort Musk en Ries en weer terug. En val ons niet lastig met die muziek. Hoor je me? Ophalen! Anders knippen we de vingers eraf. Ah, zo lekker op de spel, jongens, echt. Scrooge, Ebenezer Scrooge. Heb ik de afgelopen 2-3 weken heb ik het meugen gespeeld in diverse theaters in Oost-Nederland. Heel leuk om te doen. En heel fijn dat het uiteindelijk ook mocht. Want die had het vorige jaar al wilde spelen, maar toen mocht het niet. Vanwege de corona. Je weet nog, ging er me niks door vorig jaar. Vanwege de corona. De krant zonden nog vol mensen, de nieuwsbladen, de televisie. Het was alleen maar corona, 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 waar de klokken sloegen. En ook in februari, corona. In januari, corona. Overal alleen maar berichten over corona. Dus wat dat betreft kwam die oorlog in Oekraïne donderschoon uit. Ja, wat nu? Ho, 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 ho. Kom op. Zo zielig bent die Oekraïners ook weer hier. Wat daar? En wie heeft toch geholpen? Je hebt toch Songfestival laten winnen, of niet? He? Ja, met een kutliedje zou ik u vertellen. Oh, wat een vreselijk kutliedje was dat van Oekraïne. Vond je niet? Oh, ze waren nog maar 30 seconden aan het zingen. Maar toen dacht ik, oh, waar bent die Iraanse drone zou je ze nodig hebben? Oh. En hoe mag ze dan, volgend jaar mag ze dan het Songfestival zelf organiseren in Oekraïne? Maar dat doet ze niet. Dat durft ze niet. En dat vind ik jammer. Maar ik had wel willen zien, hè. Songfestival in Oekraïne, in Kharkov, op de grens met Rusland. 50.000 leden van de LHBTI-gemeenschap. Met de kruisraket richting Poetin weven. En dan was ik, ja, een beetje liefde, een beetje vreugde, ja. Lekker man, ja. Meteen, Joe, erop. Songfestival in Qatar, hè. Dat had ook prachtig mooi kunnen. Qatar,
ideale plek van het Songfestival, want het Songfestival is ooit de win. Dat weten jullie misschien nog wel, de Conchita Wurst. Weet je nog Conchita Wurst? Het klinkt een heel klein beetje als een Duitse delicatesse, weet je waar? Zwaaibier en een Conchita Wurst! Maar dat is niet zo. Conchita Wurst was een Oostenrijkse zanger. Met een zwarte boord. Had een zwarte boord in jurken. Nou, in Qatar heeft ze zeg maar zo'n beetje Albanen zwarte boord in jurken. Dus hoe mooi weet hem of niet dat de hele homo-gemeenschap naar Qatar en wat kan er overkomen? Ik kan ook een paar zweefslagen krijgen dan ik. Nou, dat ben je zonder wind. Oké, dit gezegd hebben de bittere leu die mij wilt cancelen nu in de salie over. Kom maar. Het is wel heel modern, hè, in deze tien. Dat je wordt gecanceld. Is Matthijs van Nieuwkerk ook overkomen, presentator. Aan het begin van het jaar nog de presentator. En ik heb van die sokkel of flikkert of niet. Wat heeft de man, wat heeft gedaan, hè? Wat heeft de man nu gedaan? Beetje heller geworden. Beetje mensen door de voeten, overbekt, no in. Het doet ook al mijn hele lijm. En ik trek er al die volle zaal met. Hallo, publiek. We hebben allemaal met de woke-cultuur te maken. Woke, heel belangrijk. Met ook allerlei boeken bent er in één keer verboden. Kuifje mag niet meer, zal racistisch zijn. Karl Maybeuken mag ook niet meer, zal ook racistisch zijn. Zelfs Jip en Janneke mag niet meer. Jip en Janneke. Belachelijk of niet? En die plaatjes waar ze in van Jip en Janneke. Better correcte kant dan hier. Jip en Janneke, allebei donkere kindjes, zwarte kindjes. Ja? En dat hondje wat erbij hoort. Keurig Marokkaans hondje, Taki. Ridouan Taki. Hoe kom ik hier in vredesnaam op? Nee. Ik had erover dat zeg maar, het nieuws heel langzaam veranderde. Weet je waar, er gebeurde ineens andere dingen dan corona. En kwamen ik hele positieve berichten in de krant. Dat is toch ook mooi. Ja, en onder andere had je de Paralympische Spelen, dit jaar, in Peking. Weet je nog, bij de Paralympische Spelen. Daar kwam ineens een heel mooi berichtje. Ik heb het even bewaard, altijd leuk. Paralympische Spelen, Peking. De Paralympische triatleet Ben de Groot uit Notter staat met één been in de halve finale. Van die mooie positieve berichten weer, waar dat meneer Obliva. En ik kwam ook in één keer dit voor je allemaal berichten naar boven over grensoverschrijdend gedrag. Bij The Voice en bij Ajax, grensoverschrijdend gedrag. Van die dickpics, weet je wat? Die dickpics. 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 Ik had er ook nog nooit van gehoord van dickpics. Nou, jullie waren dickpics? Nooit van. Ik dacht altijd dat het een soort thee was, dickpic thee, weet je wat? Van die thee die heel lang betrekt. Maar is niet zo. Is niet zo, nee. Dickpics, dat bent. Hoe zeg je dat nu netjes van het beschaafd publiek? Dickpics, dat bent in feite bent dat foto's van het apparaat, toch? Foto's, mannen, die maakt foto's van het apparaat en die stuurt ze er ook naar vrouwen. En Mark Overmars van Ajax heeft dat door. Maar dan dacht ik waarvan, was directeur toen bij Ajax. Maar dan dacht ik waarvan, wat heeft een keel bezield om dat te doen? He, dat is een speler heeft gekocht voor 15 miljoen euro. En dat is middags een vergadering had met de raad van commissarissen. En dat tussen de middag nog even een half uurtje vrij was. En dat bij zichzelf dacht, ah, wat zou ik nog eens doen? Ach kom, ik gewoon een foto van de lulbaan. Dat is altijd leuk. Hè? Nou. Lekker zitten, weet je wat. Box op de enkels. Hoppatee. Potje enkelglans erbij. Zakkammetje. Hoppatee. Kwastje erover. En tjoep. Foto de stel. Klik, klak. En dan vervolgens dan sturen naar de telefoniste van Ajax. En dan gelijk een appje terugkrijgen. Mark, waarom stuur je mij een foto van een champignon? Maar dat doet dat niet. Als volwassen keel zijn, dan doet er geen foto maken en opsturen. Dan waren daar dickpics. Wie heeft er in de zaal wel eens een doom? Keels, wie? Vingers. Oh, hier hem zitten, hè? De Jeroen Rietbergen van het Oosten. Hè? Ja. Met die muzikale vingertjes, ja. Ja. Nou, over Jeroen Rietbergen gesproken.
We hebben dit jaar bij ons in Goor voor het eerst in 2 jaar weer school en volksfeesten. En dat was mooi, jongen. Nou, 2 jaar niet uit en dit jaar houden we weer school en volksfeesten in Goor. Oh, prachtig. Maar ook riskant. Want het was midden in de zomer en er gingen altijd 2 virussen door Nederland heen. Dat was het coronavirus natuurlijk en het apenpokkenvirus. Heel door Nederland. En met apenpokkenvirus kon je alleen maar kring naar intensief seksueel contact hebben met een vrouw. Dus op maandag naar school is dat 96% van Goor aanpokken. 96%. Echt hoor, Goor van gorillatoon. De grote boer heeft nog nooit zoveel bananen verkocht. Maar er is zoveel, ik weet niet, een verleur die de school en volksfeest niet kent. Wie is er bij zijn west, school en volksfeest? Wie? Ja, hoe ken ik maar? Donders en doorraak daar naar binnen. Nee, maar school en volksfeest, dat draait in principe, dat is al heel lang, dat is al 150 jaar. En het hele feest draait in principe om 2 dingen in totaal. Is 1, zoveel mogelijk bier zoeken. Hè? Tegen de klip, mop, zoeken, zoeken, zoeken. En de 2e is, waar je verplicht moet doen, is vrum gewoon. Onder een droog deur, vriend. De proem op sap zetten, weet je wel? Of zoals de Engelsen altijd zo mooi kan zeggen, setting the plums on juice. Maar dat moet, hè, bij ons, dat is verplicht. Ja, dat is inmiddels cultureel erfgoed ook. Dus je moet het wat doen om de traditie neer te halen. Je moet wat vrum gewoon, hè. Ik zie nu in één keer allerlei mensen naar me kijken met zo'n blik. Wanneer is dat feest dan? Precies, Hendrik. Nou, laatste weekend van juni is al die dat feest bij ons in Goor. En jullie bent van harte welkom, vrouwen. Van onder de 50. Kom maar op. Nee, maar dat is het mooie. We kunnen weer vooruit kijken. Dat is belangrijk. Vooruit kijken in de toekomst. We kijken niet meer terug. En in dat kader wil ik ook gerne, ter slot van dit betoog, heel even vooruit kijken naar 2023. Met een klein riemselkje. En dan ga je als volgt. 2023. Nick en Simon gaan uit elkaar. Gelukkig nieuwjaar. Mannen en vrouwen, dat was Bert Eefting alias Helg Hendrik. Ik ben om u een groot stel in de webbiers, want hij zit in meerdere producties. Heeft Scrooge speelt met een geweldige kaas trouwens, maar dat geheel terzijde. Ja. Hotel, restaurant, café, sounds en... Onderduikadres. Moet er nog bij op. Zij André, nu hij jouw onderduikadres hebt, hè? Je bent dit afgelopen jaar toch ook bedreigd? Ik ben echt aan alle kanten, Jan, aan alle kanten. Ik had de wappies en de rechtsnak achter me aan. En die vena, waar? Nee, vooral mijn eigen vrouw. Bedreigd, ja, ik ben onmeurig. Sorry. Ik heb nu een hele andere leur achter me aan in één keer. Oh ja, wel ja. Daar nu? Jonge Marokkaan en katholiek. Ja, wie vindt dat fijn? Oh. Dames en heren, de volgende gast is iemand die de keels niet van zich af weet te slaan, maar vaak waar zelf begint met houden. Gerda! Storm je aan te kijken, je maakt ook met hop. Hop, hop. Hop, hop, kom maar met hop. Hop, hop, hop. Erske in galop. Hop, hop. Hop dan met leu, hop met, kom op. Hop, je met riem, hop. Het beste wat je kunt doen. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh, jongens. Wat joh. Hè? Wat heel allemaal wat niet. Oorlog, inflatie heel. Wie hebt vogelgriep? Wie hebt Gerard Sanderink? Al moet ik wel zeggen, dat is ongeveer hetzelfde. Yo, ik vind Gerard Sanderink vind ik een hardnekkige vorm van vogelgriep. Ja, is toch zo? Zowel voor vogelgriep als voor Gerard Sanderink geldt, waar je ook probeert, je wordt er nooit van verlost. En het heel leuk ook wel een beetje om vogel. Vind je? Hè?
heb een heel klein, vernemstig, vogelachtig kapke. Wat heffen, met mijn schotkie. Hij heeft een heel klein, vernemstig, fijn, vogelachtig kapke. Dat kassoen, je ziet hem zo zitten als een rood bosje in een nestje. En dat hij dan voederd wordt door moeder Rian van Rijbroek. Ik zeg, Femi, het was een dooi hoor toch? Op de valreep is ons nog ontvallen, Koos Dobbelsteen. Ah. En Kent zegt dan, ah. Oh, dat ben je wel heel veel leuk. Nee, waar hij Koos Dobbelsteen nog kent, ben je heel oud. Wat een joor, hè. Ik las net nog in de krant. Auto botst op vermiste langharige geit in Enter. En niet lezen? Nee. En ik heb ook zo'n joorraad over verschrikkelijk. Ja, ik moet wat vertellen. Ik zal een beetje naar voren komen. Wat is er gebeurd? Mijn man. Mijn man is begin september is een penningmeester worden van de Apfor. Apfor. Je kent de Apfor niet? Oké, dat kunt we. Apfor. Almeloze Belangenvereniging voor Ongevaccineerde Rookmeldenweigeraars. Oh. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Eenmaal in de weg geeft het een hè. Dan snuurt een maal eens in een grote rode boeren zakdoek. Kletsnat van het snotte wapenpottenvirus of we hebben allemaal onder de leden. Knuppen den doek om zijn fietsbel en dan geeft het hè. En dan zeg ik, wat gooi doen? En dan zeg ik ga koffie drinken, tanksysteem. En dan zeg ik doe het meer. De Apfor. Oh jongens, verschrikkelijk. Ze hebben ook een actieposter. Met 5 leden. Ze hebben allemaal een actieposter voor de raam hangen. Ik heb tekst daar bij hem. Kijk, hoe heb ik de tekst? Ze hebben een gedichtje, hebben ze. Kijk, dit is niet. God, dat brief genoeg. De Apfor, joh, hier. Dus hebben ze allemaal voor de raam hangen. Geen rookmelden, maar vrijheid. Brand. Wat kan mij dat verrekken? Ik ga de farmaceutische rookmelderindustrie aan in spekken. De overheid kan mij niks verplichten, de gekken. Ik moet in eng hoes op alle plekken gewoon checkie op kunnen steken. Was getekend, dikke titten 1968. Dat is dus mijn man. Jo, was altijd daar heel poëtisch. Hef, bom zijn bed. Heffen ook een hele grote 3D-poster hangt van Caroline van der Plas. Ja, onze grote veevoederfetischist. Dat is, laat ik eerlijk zijn, er is meer verantwoordelijk voor het in stand houden van de dood van 620 miljoen deers per jaar in Nederland, hè? Ik had nu wel applaus verwacht, leu, wat is dit? Of heb ik hier niet te maken met de veganistische club uit Vlering? Denk ik niet, hè? Dit hier is niet de grote veganistisch verbond van Vlering. Nee, dat dacht ik ook niet. Nee, maar och, Caroline van der Plas, joh. Wacht er nog meer op. Ik ben er niks zo blij mee dat dit poster nu door heeft hangen. Want mijn man, dat is echt waar, nu bij iedere ejaculatie, hè. Het is meer koven dan keel. Ja, echt waar. Die zien een hoogtepunt. Sinds die poster van Caroline van der Plas er hangt, is het nu altijd... Verschrikkelijk. Vind niks weer. Vannacht ook hadden we een erotische nachtmerrie gehad. Recht op in bed zaten. En heen niet alleen met zijn benen zaten ze recht op in bed. Mijn man en zijn edele tuinkabouter. Geen gezicht. Vooral niet omdat de opties scrotum ook nog de omgekeerde Nederlandse vlag heeft laten tatoeëren. Verschrikkelijk. Is de godwies helemaal kapot. Helemaal kapot. Zat er rechtop in bed, zat er door. Hè. Grote ogen. En ze zeggen, Gedda. Zeggen, die hele stikstofcrisis is één grote hoax. Ik zeg, wat zeg je? Eén grote hoax. Klopt helemaal niks van. Die wordt gewoon oplicht. Is een complot, is helemaal niks van boer. Ik zeg, hoezo is dat niet boer, Hennik? Is wat boer? Wie hebt een stikstofcrisis in Nederland? Er is een stikstofoverschot. Dat is. Wetenschappelijk is dat onderzocht. De natuur geeft er gewoon aan. Op een gegeven moment alleen nog maar brummel, brandnedel zijn gras. De insecten binden daar niet meer vlinders. En dan kan er ook niks meer verbouwd worden. En is voor de leu ook niet goed. Echt waar, Hennik. Wie hebt een stikstofoverschot en de mul wat aan doen? Is niks van woord, Gerda. Is helemaal niks van woord. Is één groot complot. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, moet die letters van stikstofcrisis maar eens omdraaien.
Ik zei, wat dan? Hij zegt, dan kreeg hij 6 Sirk Forts kids. Ik zeg, 6 Sirk Forts kids. Wat is door met dat? Hij zegt, dat kun je toch niet serieus nemen. En hij zegt, en die hele Sigrid Kaag, hè, daar klopt ook helemaal niks van dat mens. Daar klopt helemaal niks van. Ik zeg, hoezo dat dan niet, Henk? Hij zegt, met die letters van Sigrid Kaag moet ook maar omdraaien. Ik zeg, wat kreeg je dan? En toen zei hij, Gaak Dirgis. Balkon. Oud spion. En zeggen, Hugo de Jonge besteedt niet, hè? Ik zeg, hoezo besteedt Hugo de Jonge niet? Wat is dat nu weer voor verhaal? Hij zegt, joh, dat heb ze onderzocht in Israël. Hij besteedt niet. Maar de reguliere media hot er allemaal onder, hè? Ze schreeuwt er niet, ouwe. Hè, de NOS schreeuwt er niet, ouwe. Volkskrant niet, Tumantia niet, maar het is echt boa. Ik zeg, Henk, wat is echt boa? Hij zegt, Hugo de Jonge is een reptiel. En dat kun je zien aan zijn schoen. Ik dacht vanochtend, ik ga eens mooi met naar de app voor kijken wat er door doet. Oh, ik kom daar binnen, was in het huis van de voorzitter. Hef inmiddels heffen een rookmelder, hè? Want de rechter heeft dat verplicht. Maar ze bindt als de dood voor de rookmelders. Dat zal dan 5G-straling uitkomen, dat zal afluiste apparatuur in zitten. En ik kom binnen in dat huis. De leden van de Abfor bent aan het paffen met zijn allen in de tuin. Ik ga zitten in de woonkamer. En op een gegeven moment roept erin. Gedda! 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 Weg bij die rooimelder! Ik zeg maar dan, ik krijg kanker. En die wordt aflusterd. Ik dacht, wat me aflusteren door? Ik heb maar één gesprek gehad. Ik heb maar één gesprek gehad met die hele afvoer. Wil je ook soep? Dan zeg ik, is het met bal? Ja, met bal. Is het van een kool? Ja, van een kool. Dat eet ik niet. Je eet geen DS? Nee. Nou, dan krijg je niks. Een dom gesprek. Dan wil je nog geen reptiel nog lusten. Maar ja, toen ging ik wat gangs. Waarom? 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 Wie hebt me groeten in huis? Waarom? 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 Klimaatkever, wil je een koekje bij de koffie? Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ze vreugde, je gaat u toch niet met een pritstift vastplakken aan het schilderie van oom Bettes. Ik zeg, waar hangt dat schilderie dan? Achter u. Rustiek uitzicht op Preston Palace. Ik zeg, nou, om heel eerlijk te zijn, ik vind Almelo uit zichzelf aan niet echt natuurschoonheid. En uit schilderd blijft er helemaal niks van, ouwe. Toen werd het zo onmeunig hellig. Hij kwam op me af. Hij had een grote pan met tomatensoep in de haar. En hij ging voor me staan. En hij zegt, dat zeg je niet over ouwe, ons mooie Almelo. Wat dacht je van die vegetarisch veul, hé? Weet wat die me doen, weet wat die me doen. Die me doen van onder. Is een mooi flink te grazen, Lord, neem door Jesse Klaaf. Hè? Het meisje met de parel weet altijd beter, hè? Meisje met de parel weet altijd beter. En toen hebben we toch die voltallige tomatensoep, hebben we in één keer, pam, ouwe me en flikkert. Paul, ik had vermicelli dreut me uit de oren. Verschrikkelijk. Ik ben die rechtstreeks hierop aangegaan. Ik heb me niet eens doucht. Ik ben rechtstreeks hierop aangegaan met de trein. Of nou ja, rechtstreeks. Als de trein vertrekt, ben je aan 3 uur en veel logistieke beperking verder. Verschrikkelijk. He, of er is geen machinist. Of er is wat een machinist, maar is dan dood. Of ze hebt oude rails pist. Of er is wat een trein, maar ze weet niet. Werkelijk worden heel openbaar vervoer is nu één grote beperking, tekort en onvermogen. Ik vind dat geen openbaar vervoer meer. Hè? Ik noem dat nu gehandicaptenzorg. Daar heeft meer mee te maken. Beperking, tekort en onvermogen. Ik zeg ook niet meer, ik ga met de trein. Hè? Tegenwoordig zeg ik, ik ga met afleiding. Maar dan maak ik eigenlijk niks zeggen, want ik ben hartstikke gek op Avelijn. Ik ben dol op Avelijn, want de Leubie Avelijn doet heel goed werk.
Die leu bij Avelijn, die zorgt nog voor de kwetsbaan. Die zorgt voor de kwetsbaan. Daar ben ik heel blij met. Maar dan kun je van de gemeente Almelo niet zeggen. Nee, je bent veel drokken met Van Nachum van de natuur voor het aanleggen van die alabasters lelijke businesspark. He? In plaats van dat ze gewoon tijd besteedt aan de leu in de wijken. He? En dan moet Almelo ook niet raar opkijken, he? Als ze straks weer één in ondergrond met pijl en boog zit te schreeuwen op het balkon. Ja, daar zeg ik de wabi. Bent u hier leu hoe Almelo in de zaal? Sorry. Het enige wat ik eigenlijk zo wil zeggen is... niemand wordt geboren als rookmeldenweigeraar. Maar om ervoor te zorgen dat de leu niet ontspoort... let een beetje op elkaar. Dank u wel. Dames en heren, de volgende artiest hier op het podium, Kump Oetens, inmiddels multiculturele Albergen. Of zoals ze doorzingt, Oost-West, Thijs Best, Thijs Kempering. En schreef, wat bent een hoop rare mensen in de wereld, vind je? Pult rare mensen, vind je? Ik vind, oh, heel veel rare mensen. Weet je wat ik rare mensen vind? Mensen die koffie drinken in de supermarkt. Wie doet dat? Nee, maar ik snap, dat kan, hè. De mogelijkheid is er. Maar wie gaat er dan daadwerkelijk naar de supermarkt, hè, om koffie te drinken? En spreek je dat thuis ook af? Of als man zijnde, dat je als verrassing tegen de vrouw zegt... Ik denk aan vandaag eens, lekker kop koffie, buiten de deur doet. Oh, wacht hem, Jos, trek ik niet aan, zomaar. Kom Ine aan met een hele mooie jurk aan. Gewoon naar dat mooie tentje aan het water met die lekkere eigengemaakte appelgebak. Nou, ze hebt te wat gebak. En biotex. En het bier in de aanbieding, dus door de spotschoen maar weer aan. Nee, maar... Enschede, wij in Twente hier, wij hebben toch eigenlijk maar één... Nou, zeg maar... moment, één ding waar wij geen hek gehad voor gratis koffie met iets te bieden. Dat is als man de krant creëert, achter aan begin. Jos! Ja, Ine. Theo is ook dood. Wat voor Theo? Theo, van Leiden aan de Bennekenstraat. Ken ik niet. Nee, maar hij is met koffietafel. Oeh. Ja, dit zegt genoeg. Wanneer is dat dan? Zondag. Kan ik niet, maar ik biljart met de jongens. Oh. Geke is ook dood. Geke? Welke Geke? Eind Bennekenstraat, Utrecht, iets verder, Bian. Ga naar met die kermeuien. Ken ik ook niet. Nee, maar dat is op vrijdag. Oeh. Dan kan ik het wel wachten. Oh ja, ja, maar is hij in besloten kring? Oh, wat een kniepert zo, nee. Nee, maar dat is toch raar? Ik vind dat raar. Weet je wat ik ook hele rare mensen vind? Mensen die nog vloerbedekking hebben thuis. Wie? Nee, maar hij vloerbedekking hebt, maar zo vet. Maar hij dan voor het eerst komt, dat vind ik zo raar. Wat die leu dan doet. Hij voor het eerst komt. Hij voor het eerst komt bij leu die vloerbedekking hebt. Ik kan meteen ook zeggen, Enschede, dat is een tip. Hij voor het eerst bij iemand aanbelt, kun je merken dat ze vloerbedekking hebt. Die leu doet heel vaak de deur open en dan zegt ze... Hij een beetje kunnen vinden? Nee, maar wat voor kutvraag is dat, toch? Hij kunt vinden. Hij staat een meter van een wafmuts. Tuurlijk gek fun. Eigenlijk wil ik dan ook gewoon weggooien. Laat ook maar. Weet je? Ja toch? Dat is een rare vraag. Hij een beetje kunt vinden. Binnen toch? Weet je trouwens, Im, dikke tip en schreef. Weet je wat leuk is om te doen? Als een keer bij iemand aanbelt en hij doet om en hij zegt... Weet hij een beetje kunt vinden? Mijn vraag terugstellen. Marie lacht en zij snapt niet. Hij zegt gewoon, probeer maar. Volgende keer je aanbelt en iemand zegt... Hij een beetje kunt vinden? Huh? Wonen jullie hier? Wat trouwens ook leuk is om te doen... Als je een keer in de stad loopt, kijk dat je in de loopt en dat iemand zegt... Hé, hey! Draai om. Ja. Oh, sorry, ik dacht dat hij iemand anders was. Weet je wat ik de volgende keer moet zeggen? Vinden jullie leuk? Zij snapt niet. Heb je lol? Doch hit hem. Ja. Hé! Hey! Ja. Oh, sorry, ik dacht dat hij iemand anders was. Ha, ben ik ook. Goed. Met mijn kiek. Maar dan kom je dus binnen en dan zegt ze ineens... Wil je hem de schoen uit doen? Nee. Jawel. Waarom? Ik heb vloerbedekking. Ja, dus? Ja, dan wordt dat smerig. Ja, leg dat niet op de grond. Ik kan nu één ding beloven, als ik de schoen uit doe, dan wordt de vloerbedekking pas smerig.
Nee, maar is toch raar of niet? Ik doe het tegenwoordig ook, hè. Als Leubi Mief het eerst op visite komt, zeg ik tegen alle vrouwen, hallo, topje uit. Huh? Waarom dat dan? Ik heb een warmtepomp. Raar. Weet wat ik trouwens ook raar vind? Mannen die wat met hun vrouw metgehoord naar de stad, maar niet de winkel met naar binnen. Wie? Het is gewoon hier een vrouw die gewoon zegt... Nee, maar waarom? Je kunt ook aan het aantal tassen naar zien bij hoeveel winkels de buiten heeft staan te koukleuren, hè? Maar dan denk ik, maar waarom? Ik bedoel, hè? Is het zo binnen dat een bepaalde lucht vrijkomt bij uw vrouw aan het omkleden geeft of zo? Ja, dat weet ik niet. Dat je denkt, ik ga niet met naar binnen. Je geniet er maar van, ik niet. Dat is trouwens nog één, dat is nog erger. Dat zijn mannen die zeg maar in januari vaak als goed voornemen, maar die dan met z'n tweeën besluiten om op zondagmorgen met z'n tweeën te gaan wielrennen. En dat eigenlijk 40 kilo geleden aan moeten doen. Maar dat was al strak jumbo pakje, ja. Ja, inderdaad. En aan de benen scheren, want dat helpt. Dat is ook zijn fiets en dat je denkt, hé, een giant. En hij heet niet over de fiets. Goed. Maar ik vind dat raar. Maar die mensen vinden mij waarschijnlijk ook raar. En weet je wat ik eigenlijk wil zeggen? Is, dat is juist mooi. Je met elkaar raar en vreemd en gek vindt. Wat ik zo jammer vind aan de laatste tijd, is dat leu voor andere leu aan het invullen bent hoe je het moet doen. Leu bent zo druk met andere leu. Dat ik denk, wees toch eens meer gewoon lekker bij jezelf. Wees eens iets meer zoals Rob. Rob is een van mijn allerbeste vrienden. En Rob is een van de meest prachtige kerels die ik ken. Rob is echt altijd rustig zichzelf, maakt zich niet druk om anderen. Als Rob ziet, je kunt herkennen. Rob is groot van formaat. Niet alleen zo, maar ook zo. En dan komt er ook aanloop. Hey Rob. Zo praat Rob. Ja. En ik vraag, hoe is het? Ja, door de donder gewoon maar. Maar Rob heeft ook weer dat hij zo sterk, dat hij zelf ook niet weet dat hij zo sterk. Even wat vaker zeg misschien. Maar dat, weet je, Rob is er een, dan komt hij op visite en zegt zo. Hey, ik ben er. Ik zeg, ja Rob. En dat was een schuifdeur. Ja. Maar Rob is ook heel lief. En is heel zacht. En Rob maakt zich dus niet druk om andere leun. Dat is en Rob heeft ook humor goud. Rob reageert altijd cool. Hij wordt nooit hysterisch of zo. Les gingen bij mij of visite gingen voort. En waren we bunten en waren we samen met de buren. Die waren met een kleine aan het oefenen voor, zonder zijwieltjes fietsen. En je ziet die kleine fietsen en ineens zo pof vallen. Zo been kapot en zo. En die ouders doen, oh, gaat het? Gaat het? Meisje, meisje. Rob niet, hè? Dat is zo mooi. Die ziet dat gebeuren. Zo. Kijk me aan. Ja, dat doet ze. Dat is mooi. Altijd kalm. Krijg de kachel niet aan. De kachel niet aan. Zelfs wanneer andere mensen boos zouden worden, Rob niet. Simon had een paar weken geleden de auto van hem leend. En Rob had die auto net twee weken. Mag ik de auto leen voor naar de supermarkt? Tuurlijk, maar. Nou, die auto met, wat ze hebben de supermarkt? Zo'n betonpaaltje met de hele zijkant van de auto gereden. Dat is hele zijkant van de auto, kats in elkaar. Rob komt van het werk weer. Rob, niet met hem metkom. Rob zo, wanneer? Ja, dat is... Er is wat gebeurd met een auto. Ik mag je auto toch lenen voor de supermarkt. Wij stond wel regel met de verzekering, maar kijk even. Dus loopt naar buiten heen, naar die auto. Rob loopt naar die auto en zegt... Ja, ik vind verder verbouwing mooier. Hij werd niet hellig. Maar er valt toch niet meer wat aan te veranderen. En dat denk ik dus steeds vaker. Eén ding waar Rob niet in kan. En dat is dus als andere leuven hem invult. Als andere leuven hem vertelt hoe het is. Rob is dus groot, maar daar maak ik er ook vaak grappen over. Vindt het zelf mooi. Als hij in het café zit, zegt hij... Kels, kijk hem in het glas. Wat dan? Jurassic Park gaat pissen. Maar dan vind ik het mooi, dan maak ik zelf grappen. En laatst zei op een gegeven moment, waren we uit één of zo. En toen zei ik tegen Rob... Rob is vrij gezellig. Ik zeg, Rob, hij lest een beetje verkeering uit. Ja, ja, het was bijna lukt, zeg hem. Ik heb toch afzeg. Ik zeg, i? Ja. Ik zeg, wat dan? Dan zeg ik, wil wel met mij naar bed, maar dan moet ik voortaan de zorgverzekering gewoon betalen. Risico. Ik zeg, dan gooi je ze letterlijk vettax betalen. Maar dan lachen wij met elkaar. Maar wat gebeurde er? Er zat een vrouw iets verderop, maar dan een slanke vrouw. En die direct zei, oh, wat makkelijk weer, hè. Grapjes maken over dikke mensen, dat is lekker makkelijk. Dat is lekker makkelijk. En dan wordt Rob boos. En zegt Rob, wat bemoei je met? Ze van wat? Ja, wat bemoei je met? Waarom denk je dat hij dat slank, hè, slank mens voor mij moet opnemen, omdat ik dik ben? Dat ik hoe nodig heb? Wat arrogant. En daar heeft gelijk aan. Hij is wel arrogant. Ik ben niet gehandicapt, hoor. Als ik er niet in kan, kan ik dat gewoon zelf zeggen. Nou ja, meestal niet, want dan ben ik aan het eten. Ja, dat is erop. Toen zegt die vrouw, ja, maar het kan ook komen door de medicijn. Het kan ook komen door de medicijn. Ik ga wel weer zeggen, Rob, maar McDonald's is nog steeds geen apotheek.
En dat is iets wat ik de laatste tijd dus ook wat vaker heb gezien. En ik heb de afgelopen jaar ook meegemaakt. Dat mensen gaan invullen voor het heel dorp. En ik weet, dit ligt altijd gevoelig, want ik maakte een opmerking namelijk over een zwart persoon. En als je dat als wit persoon doet, dan is dat altijd gevoelig. En dit ging over Sylvana Simons. Oh, er bent er meer die niet meid, hoor ik. Nee, maar dat is hem nu net. Ik kan Sylvana Simons niet uitstaan. En de reden waarom ik hem niet kan uitstaan is, omdat als je dat zegt, denkt zij altijd dat het is omdat ze zwart is. En dat is juist de reden dat ik hem niet kan uitstaan. Niet omdat ze zwart is, maar omdat ze dat er altijd bij haalt. Als er kritiek is, wordt altijd als racisme afgedaan. Als je iets zegt tegenwoordig, ze zitten in elk praatprogramma, bij Op 1, bij dit, zitten iedereen in het racismehoekje te drukken. Terwijl dat soms helemaal niet het geval is. Als iemand zegt, ik bedoel dit helemaal niet racistisch. Ja, maar dat gaat niet om hoe jij het bedoelt, het gaat om hoe het overkomt. En toen dacht ik, nou, als jij zo denkt, Sylvana, dan moet je dat zelf ook zo doen. Want afgelopen jaar gebeurde er iets waardoor wij ineens nieuws werden, Albergen. Toch? Landelijk nieuws. Nu doe je net of je er niks van af werd, hè? Want nu ligt gevoelig. Nee, maar is toch zo? En dat is voor mij, nee, maar om eerlijk te zijn, Enschede, om eerlijk te zijn, is voor mij toch ook lullig als Albergenaar. Ik doe dit vak 15 jaar. 15 jaar. Tot afgelopen zomer. Als ik als ik in Amersfoort ging optreden en ik kwam op. En ik zei, ik ben Thijs Kemper, ik kom uit Albergen. Kreeg ik altijd, Albergen, waar ligt dat, joh? Dan zei ik altijd, nou, Almelo, Hengelo, ging dat. Oh, Almelo, cola. Flikker op, joh. Origineel. Maar dan dacht ik, nou, dat is het. Nee, dan ben je 2 maanden later, kom je weer in Amersfoort optreden. Ja, ik zeg, ik ben Thijs Kemper, ik kom uit Albergen. Oeh. Wat dat is, dat rechtse, het racistische dorp. Maar dat is toch lullig? Ik doe dus al 15 jaar mijn best om Albergen positief op de kaart te zetten. Is het weer de schuld van de buitenlanders? Hoeft niet. Daar gaat mij Joost om. Hier gaat mij Joost om. Dat is af en toe het cynisme erbij willen halen. Wat mij omging was dat Sylvana Simons had getweet. Er waren namelijk ook mensen die demonstreren. En dat is gewoon een recht. En er waren ook mensen die boos waren. En inderdaad, en dan wil ik er echt bij even, er stonden ook af en toe racistische leuzen op bord. En daar wil ik me van distancieren. Daar kan ik ook niet tegen. Zoals het grootste gros uit Albert er niet tegen kon. We hebben elkaar ook gewoon gecorrigeerd. We hebben tegen de jongens gezegd, weghaal, anders er die man nooit een slang. Zo ging het. Alleen dat filmt de media niet. Want dat willen ze niet laten zien. Ze willen laten zien, het is recht, het is extremistisch. Nou, dan gaat het om, als dat allemaal gezegd is en allemaal gedaan is, dan is dat, voor een dorpje ligt dat heel gevoelig. Niemand wil weer praten met de media. Maar iedereen in Albergen was boos. Maar niet om het AZC en vluchtelingen. Ze waren boos omdat de overheid het niet verteld heeft. En zelfs onze plaatselijke overheid, de gemeente, onze wethouder en onze burgemeester wisten in mei al dat AZC er zou komen en zijn bewust niet verteld. Om het eerst te regelen en achteraf verteld. En dat gebeurt nooit. In die kleine dorpjes, de veiligste gemeente van Nederland, ja, ben je omdat je contact hebt met elkaar. Ze hebben het gewoon bewust achtergehouden. Daarom was Albergen boos. En toen had Sylvana een tweet gedaan en dan had ze getweet van we moeten protesteren tegen dorpen zoals Albergen, want dat zijn racistische broeinessen. En toen werd ik boos. Toen dacht ik, noem het eens aan. Ja, maar dat is mevrouw. Mevrouw die altijd wil dat je ergens in verdiept voordat je wat zegt. Mevrouw wist niet eens waar Albergen lag. Heeft een paar dingen op Twitter gelezen en meteen maakte van heel Albergen racisten. En nogmaals, er waren een paar die demonstreren. Maar er zaten er ook 2900 in huis die zich er niet mee bemoeid hebben. En die noemen je ineens allemaal racisten. Nou, Sylvana Simons, dan doe jij exact hetzelfde. Ja, daar waar je ons van beschuldigt. Alles over één kam scheren. Maar als wit dat doet bij zwart, ben je racist. En andersom, maar zeg waar je wilt. Ja, daar heb ik het mooi klaar met. Kijk toch, goed zeg. Ja, weet je. Alleen te zeggen, Rob, denk me, maak u dan niet zo druk, keel. Ik zeg, wat kan me de helder maken? Heeft helemaal geen zin. Hij zegt, laat me schreeuwen. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, de leu die hard schreeuwt, maar je verdaan laat me schreeuwen. Want hoe harder ze schreeuwt, des te eerder bent ze hun stem kwijt. En dat is Rob. Rob, maak je de kachel niet aan. En ik kan hem vertellen, en zeg, dat komt, dat heeft een reden. Rob heeft nooit de kansen gehad die ik heb gehad. Rob heeft vroeger een ongeluk gehad. Toen hij 1,5 jaar was, heeft hij de frituurpan over zich heen gekregen. Rob is helemaal verbrand.
En Rob heeft daardoor niet de kansen gehad die ik wel heb gehad. Rob staat nooit op de normale school, maar op speciale school. Want hij staat vaker in Groningen, in het brandwondcentrum. Hij staat nooit in F1 of D1 bij de voetbal. Maar hij was blij dat hij een keer mocht meedoen met de training, omdat hij vaak moest revalideren van de zoveelste operatie. Rob ging nooit brommers kieken op zijn 16e bibijs, want de meisjes vonden hem zielig, niet aantrekkelijk. Maar in plaats van dat hij zich heel erg druk maakte erom, heeft hij de andere kant van de medaille gekozen en gekeken of zijn geluk was er. En dat dutte. Hij bemoeit zich met niemand. En ik zeg ook wel eens, Rob, dat moet toch lastig zijn? Alle mensen kijken altijd naar jou. Vind je dat dan niet vreemd of raar? Of... Hij zegt, nee. Ik zie het toch ook raar, hoe dan niet? Als ik iemand zie die er zo uitziet, kijk ik toch ook. Weet je wat veel erger is? Als mensen wegkijken. Ik zeg, oké. En af en toe wordt het wat een beetje pijnlijk. En dat is één keer gebeurd. Dat wil ik toch zeggen, één keer gebeurd. We waren op vakantie. Als mensen te lang kijken, wordt het pijnlijk. We waren op vakantie in Mallorca. En we waren op vakantie in Mallorca met de cameraman. En we waren naar het strand. En allemaal de shirt, doet natuurlijk zwembroek aan. Dus we doen het shirt uit. En dan zie je inderdaad die brandwond. En mensen zien dat oké. En die kijken zo, klaar. Maar dan staat een groepje meisjes daar. En die meisjes, ja, die keken te lang. En die gingen zelfs zo elkaar aantikken. Zo, misschien. Zelfs met de telefoon zo foto's maken, klik. Je zag andere mensen echt denken, ah, dit kun je niet maken, joh, verschrikkelijk. En op het moment dat ik dacht, van, ik ga er naartoe om er wat van te zeggen, ging Rob zelf in de been om er wat van te zeggen, zoals alleen Rob dat kan. Hij loopt naar die meiden en zegt, dames, ja, kan u hem wat zeggen? Ik zal niet te lang in de zonbliem zitten vandaag, heb ik gisteren genomen, eens kijken. Dus ik heb hier wat voor nummer voor 2023. Ik wil af en toe net iets meer zijn als Rob. Dankjewel. Knieën, het zou in ons weg, eeuwig eindigt al het lem.
grootten of beeld van het succes. Er is alleen maar met bewezen. Er is alleen maar met bewezen. Er is alleen maar met bewezen. Dat we er allemaal bunt wees. Prachtig. André Manuel met een prachtig mooi lied ter ere van alle leur die ons ontvallen bent in het afgelopen jaar, het jaar ervoor, en ook heel in het bijzonder voor alle gestorvenen aan corona en die niet het afscheid hebben kregen wat ze eigenlijk zon verdienen. Beste leur, André Manuel komt uit het stedeke, het mooiste stedke van Twente. Met de volgende artiest komt uit het mooiste dorp van Twente. Hij is wijd en zijd bekend, vooral wijd. Hij is een zwaar gewicht, vooral zwaar. Maar hij zal zo verschijnen. En terwijl ik henig hier hen verdween, zal ik uw aandacht willen vragen voor hem die voor de deur verschijnt. Ja, lieve mensen, het is weer tijd voor de enige echte Twentse eindejaars nieuws, feitjes, quiz. Hier is uw presentator, Jan Rietsewij. Thank you. Thank you. Hi, 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 hi. I love you, I love you, I love you. En voordat we begint, doe als eerste even het symbool van 2022, de vlag op de kop. De eerste vraag van de quiz. Van welk land is deze vlag? Is dat A van voormalig Joegoslavië of is het B van Schleswig-Holstein? Roep maar hem wat. Wie zegt voormalig Joegoslavië? Wie zegt, ja, bijna goed. Wie zegt Schleswig-Holstein? Oh, helemaal goed. Ja, Schleswig-Holstein. Als het van voormalig Joegoslavië was, West, dan had er een ster op staan, net als bij het voormalige Bulken. Afijn, ik wens u allemaal welkom bij de Twentse Eindejaars Quiz. Leuk dat je er allemaal bent. We gaan het zo een leuk spelletje met u doen om hem te kijken of je het nezenbedje gevolgd hebt in het afgelopen jaar. Ik ben door bij ondersteund door Dolf Rusing, gepensioneerd journalist. Hij heeft nu eindelijk de tijd om de kraan te lessen en heeft me geholpen met deze fraaie quiz. Bedankt Dolf daarvoor. En wie doet het als volgt? Je meid voort, ja, want wie hebt geen knopjes of petje of petje of, want dat is voor de vrouw heel vervelend en hoor. Zie je, want man zit nou minder problemen met haar, met hoor. Ja, ja, nu het land, man is nog geen stuk meer te meurt, maar afijn. Wie gaat voort allemaal staan en dan is heel gemakkelijk. Dan doe dus ja of A is linker vingertje omhoog en B is het rechter vingertje omhoog. Ja, dus A is links, B is rechts. Vooral niet met de armen omhoog, want dat geeft een heel vertekend beeld. En wie bent hier uiteindelijk niet op het partijcongres voor Forum voor Democratie? Dus wij doen alleen het vingertje. Ja, allemaal duidelijk. Dus hij wil mij gewoon staan. Hij niet kunt mij ook niet zitten. Maar kom maar hem staan voor de quiz. Ja, met mooie prijzen te winnen. Ja, hij zegt wie dan altijd zo bij, hè? Beste u, en wie gaat nog vraag 1? Waarom stapt de Universiteit Twente standaard over op vegetarische lunches? A. De nieuwe rector Magnificus is familie van Nathalie Baartman. Of B. Hoog tijd voor de vermindering van de stikstofuitstoot. Dus links is A, rechts is B. Oeh, god, wat een klokeleur allemaal. Ja, ja, dat is inderdaad allemaal om de stikstofuitstoot te verminderen, want tegenwoordig ei vlees eet, daar ben je de grootste crimineel. En dan zorg je voor heel veel stikstof. Ik moet wel zeggen, Nathalie is heel overtuigend. Heeft mij ook wel een beetje proberen te overtuigen. En nu heb ik een beetje een deal sluiten. Ik ga in 2023 ook vegetarisch leven, behalve onder het eten. Ja. Vind ik redelijk goed. Ja, want ik ben heel eerlijk. Ja, leuk, neem me maar alle wedstrijd. Je kunt dan een dikke boek van mij wat zien. Maar ik sommerdags de losser en fiets en ik roek die barbecues, oh, dan lukt me het water in de mond. En dan vraag ik me altijd of zo'n vegetarisch dat ook met gerust meenemen. Ja, ik. Ja. Ja, ik weet het niet. Ja.
Ja, maar we gaan verder, wie gaat verder, want we hebben nog een hele mooie vraag. Vraag 2, want het staat nog veel te veel. Welke soort artikelen zijn nieuw in het assortiment van de HEMA? Volgens mij weten jullie het antwoord al. Maar ik ga toch de vraag nog even stellen. Is dat A, de tompoes? Of is dat B, de ikompoes? B is rechts en A is links. Ja, zeg maar. Oh, ja, tuurlijk. Ja. Allemaal de rechterhand omhoog, tuurlijk. Daarom waren die vrouw die ook zo rap in de benen. Die zullen er maar geen tuk hebben, of niet? Inderdaad, ze hebben dus nou ook genotsstimulerende artikelen. Hoewel, dat hadden ze altijd al wat. Maar toen zat er nog een broodje omheen. Ja, ik moet wel zeggen, op zich heb ik helemaal geen probleem met die nieuwe artikelen van de HEMA. Maar ja, dan moet ik erbij vertellen, mijn lieve moeder is 87 jaar en die zat nog wel slecht. En die had ons kattens uitnodigd voor het eten. En toen houdt toch in één keer zo'n opgevoerde selfie-stick in de stamppot Moosling. Dus, Maar ja, wie weet nu allemaal weer wat HEMA versteert. Heel erotisch, makkelijk afwasbaar. Ja, dit is allemaal heel gezellig, maar er staat er nog veel te veel. Hij toch over staan hebt. Dus nou doe je een moeilijke vraag. Welke gemeente is groter? Is dat links A, Enschede of B, Losser? Welke gemeente is groter? Enschede of Losser? Nou moet ik met pijn in mijn hart bekennen, lieve mensen. Ik wist het zelf ook niet. Het goede antwoord is A, Enschede. Dus iedereen wie Losser had, die mag nu gewoon zitten, maar het is waar de helft van om voor mij. Dat kun je gewoon... Oh, heel veel nog. De Lossenaar, die gaat natuurlijk als eerste. Ja, we hebben allemaal een beetje last van grootheid, waanzin. Ik dacht ook uit wie van. Oh, god. Oh, je nu wordt in één keer enig. Enschede heeft namelijk 142 vierkante kilometer. Losser 99,62 vierkante kilometer. En de allerkleinste gemeente, ik wil het toch in bijzeng, Oldenzaal, 20 kilometer. Ja, oh, zeg, nu hij toch weer aan het meten bent, Thijs. Dat is misschien, we moeten van die kinderen die uit hoes bent plaatsen, die moeten er ook bij opvang. Hoe heet dat ook als weer? A, ja, dat een of B, dat ander. Wat was, toeslagen kinderopvang. Zet dat er ook in bij op. Dankjewel, Thijs. En we gaan vandaag met vraag 3. Waarom ligt de sterilisatie van mannen al bijna 2 jaar stil? A, tekort aan steriele middelen. Of B, ten gevolge van corona. Dus A, tekort aan steriele middelen. En B, ten gevolge van corona. Oh, dit is mooi. Met 2 jonge kerels, die bent daar niet eens met elkaar. Dat kan een afleidingsmanoeuvre weer van. Daar weet ik helemaal niks van. Wie zult u maar niet van. Het is ja, toch ten gevolge van corona. Dus het was B. Ja, nee, weet niet of er nog gesteriliseerd bent hier. Links ja en weer. Nee, laat maar. Ik heb niks tegen steriliseren nu. Maar ik vind zo'n verlies van de mannelijkheid, weet je wel. Ja, net als jij al die bij de commando's bent geweest. En nu alleen maar mijn kleed hoeft skaten, weet je wel. Dat, hoewel een beetje verlies van gender is helemaal niet zo slim, is heel hip. Want ja, ik ben al ouderwets genoeg. Ik moet er wat bij zeggen. Al die verschillende toiletten, daar heb ik heel erg moeite mee. Met al die hukkers voor die en voor genderneutraal en dat en dat. Ik ben heel ouderwets. Als het op toiletten aankomt, ben ik gewoon voor mij 2 mogelijkheden. Zitten of staan, kloor. Beste Leuvi Gordem, waarom beschuldigde de Twentse horeca de GGD dit jaar? A, concurrentie bij personeelswerving. Of B, omdat de GGD ook prik werd aangeboden. Dus A, concurrentie, of B, omdat de GGD ook prikt. Ja, het goede antwoord is A, het was concurrentie bij de personeelswerving. Oh, god, we hebben al leuk die oude prikken, ja. Ja, oh, het schat mooi op zo, onthoud het, hè. Trouwens, hoe is het met de prikken vandaag in de krant? Het ging slecht met de nieuwe campagne. Ik weet niet of jij de 12e, 13e booster had. Ja, is helemaal niet erg dat ik niet heb, want ik ben heel veel leuk. Die bent heel angstig voor. Ik heb ook een goede kameraad, die heeft ook prikangst. Die valt al flauw uit een dood en moet prikken. Heel extreem. Voor de leur trouwens, wie echt angst hebt, geen probleem. Hij nu echt angst hebt, dat is helemaal niet erg. Dan moet je bij het volgende prikje moet je vragen om de Riesense variant. De Riesense variant. Is een heel fijn prikje.
Ja, mijn rustig verklaart, maar dit wordt toch op zondag goed zun. Dus dat zult niemand weer in, denk ik. Ja, zult niemand. Oh, heerlijk overspel. Ja, ik zit namelijk in de zorg. Ik neem het altijd met, hè. Ik was van zomer trouwens ook met mijn vrouw op Schiphol. Stunnen we in zo'n lange rij. Ik zei, hier, Meloes, er staat waar. Terminaal. Ja, ik dames en heren, onthoud in wie er staat, want we gaan naar de laatste. Oh, wat leuk, een paar jonge dames. Oh, de jonge heren van het steriliseren hem. Die hebben de knoop doorgehaakt, of niet? Ja. Nou, dan gauw over tot de laatste vraag. Dat is namelijk, welke voorstelling werd geschrapt in theater De Reggehof in Goor? Is dat A, die van Henny Huisman of B, van Helge Hendrik? A is Henny Huisman. Ja, bedankt Jan. Prima. Hartstikke mooi dan. Fijn. Onthaal het, hè. Wie er nog stun, onthaal het. Ja, ik ben de canceled, Jan. Gewoon maar lekker weer zitten. Helemaal prima. Oh, fijn, tot zover de quiz. Wie er nog terug kunt, misschien niet. Zo door die dat. Voet met een kroon. leuk. Noeg je toch zo heel even een klein momentje. Een klein stichtelijk momentje. André heeft net een heel mooi liedje zung over iedereen die ons is ontvallen. En ik wil dan toch nog gerne één iemand neem uit mijn eigen woonplaats, Goor, den ons is ontvallen in Goor, en dat is Corrie Werksma. En Corrie Werksma, dat was een heel grote kerel, altijd. Twee oorbellen in de oren, pet op de hasses. En dan kon je altijd van verder horen, want hij schreeuwde altijd. Overal waar hij was, op straat schreeuwde, in de supermarkt schreeuwde, ze had altijd koffie te drinken, in het zwembad schreeuwde, altijd schreeuwde. En nog eens schreeuwde, hè. Corrie is ons helaas ontvallen. Dus ik wil even een klein momentje hebben en door hem zeggen: mogen Goor rusten in vrede. Ah, Maarten, dat is een heel zwaar beladen zo, hè? Hé, hey Bert, dat is toch van dat liedje? Welk liedje? La Ballade. Een Frans liedje. Oui, oui. Ah, oh, oui, oui. Nous chantons français. Oui, 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 oui. Oh. In Nederland heeft elke lul een mening. Het is gênant en ordinair, mon dieu. Het is zo sneu en zwaar beladen. Zwaar beladen, de leuwen sneu. Het is zo zeu en zwaar beladen, de leuwen sneu. Matthijs van Nieuwkerk viel in ongenade, omdat de af en toe wat helligte. Het is zo sneu en zwaar beladen, de leuwen sneu. Het is zo sneu en zwaar beladen, de lupet me, me. Twente kan echt niks zonder zijn postvuur. Daar zat het vrijt of zonder André Rieu. Het is zo sneu en zwaar beladen, de lupet me. Het is zo sneu en zwaar beladen, de lupet me. Ik maak zo geen dikke carbonade, maar dat mag niet van de groene leu. Ik eet zo geen een carbonade, carbonade met vette jus. Ik maak zo geen een carbonade, carbonade met vette jus. Asielzoekerscentrum, maar Afghaanse wichtjes geeft zo'n dorpje. Het is zo sneu en zwaar beladen, de lewind me. Het is zo sneu en zwaar beladen, de lewind me. Transfer maak over Mars, ondanks zijn dikpiks. Zo'n keel der gun niet toch een luk gaan er.
Er is zo sneu en zwaar beladen, een zwaar beladen, de Leubind me. Er is zo sneu en zwaar beladen, een zwaar beladen, de Leubind me. Excuses voor het slavernijverleden, kwam vulste vroeg volgens die Le. Er is zo sneu en zwaar beladen, de Leubimme. Er is zo sneu en zwaar beladen, de Leubimme. Zie wollig geen excuus van onze koning, maar denk je al eens leven luid aan me. Er is zo sneu en zwaar beladen, de Leubimme. Er is zo sneu en zwaar beladen, de Leubimme. Vannacht alweer geen ogen dicht te dan, ik lag op mijn hoer met slaap op nu. En zwaar beladen, zwaar beladen. Want de lippen akelig spreuk. Zwaar beladen, zwaar beladen, de Leubimme. Er is zo sneu en zwaar beladen, de Leubimme. Ja, twee keer. Er is zo sneu en zwaar beladen, de Leubimme. Er is zo sneu en zwaar beladen. Van mijn oma, zij die met milde ogen kijkt. Ik wil iets dat naar me luistert, vlak voor het slapen gaan. Een tempeltje van binnen, met het kaarslicht eeuwig aan. God, gewoon zo'n God, ja, ik was acht, ik droeg sandalen. Met kousen, ik had zijn hand vast. En zo kon ik nooit verdwalen. Ik wil God. Het mag ook een vrouw zijn met een baard, die roept, hé, hey, hop naar links jij, met een vergeelde routekaart. Ik wil God terug, desnoods lang uit op een wolk, die soms zwaait en het komt goed roept, naar de onrust van het volk. God, gewoon zo'n God, ja, voordat het volk bezwijkt, onder de grillen van een heerser, die op Vlaatje Poetin lijkt. God, gewoon zo'n God, ja, het mag ook een ijzersterk verhaal. Tegen complotten, leugens, nepnieuws. De waarheid voor ons allemaal. Maar ik weet heus, tegen beter weten in. Alle neuzen, dezelfde hemel. Gaat niet lukken, heeft geen zin. Toch wil ik God terug. Hij mag ook klinken in muziek. En soms zie ik er eentje zitten. Op rij 1 van het publiek. Thank you.
weer tijd voor de enige echte. Quiz. En de finale vraag is. Dames en heren, de eerste vraag. Nogal, komen we in de binnen allemaal? Komen we in de binnen? Wat in de binnen? Ik had toch een finale leuk. Ik had Elsa, de hele groep. Ik had Jonge Wichter, ik had Koppels. Ja, dat maakt allemaal niks uit. Iedereen mag weer in de binnen komen. Ja, iedereen mag weer mee door iedereen. Ja. Ik zou zeggen, yeah! Everybody? Yeah! Heerlijk. Wat heeft die van Wanda, mijn finalisten? Ben je hoeveel ik die maakt allemaal mee door met het slotlied, met het eindlied. Yeah! En ook alle kandidaten die hier hebben, ze maakt allemaal mee door met het slotlied. Yeah! Heerlijk. Wie door namelijk het slotlied? Op het einde, daarom heet het ook een slotlied. En voor het slotlied hebben jullie nodig, als zaal, zeiden jullie. Moet, zeg maar, participeren met ons, jullie met meedoen. En wat dat betreft, Maarten, we kunnen wel even oefenen. Hey, tien of niet? Ja? Doen we heel even oefenen, ja? Maarten, kun je G? G? Kun je hem over nemen? Eén toontje hoger nu, hè? Dat is mooi. Applaus voor jullie zelf. Dat straks, en dan hebben we nog een soort van slotzinnen, wou God zingen. En die bent het volgende. Wie bent tukkers, wie zingt altijd deur? Even nog gewoon, wie bent tukkers, wie zingt altijd deur? Hey hem? Hij heeft vandaag. Oké, heel scherp, hij heeft vandaag. Wie zingt hij vandaag? Wie bent tukkers, wie zingt hij vandaag? Ja, kloven. Tukkers, wie zingt uit verdaan? Ah, dat prachtig, wat een hele mooie finale, weet je nu wel. Dank. Cultuurhuis. Multifunctioneel. Ja, multicultifunctiehuis. Goed, dames en heren, wie gaat vandaan? Ik kom uit het goddeloze Goor. Maar de volgende artiest... Wie kent hem niet? André Manuel. Wel. En dan is het nu tijd voor het eerlijke verhaal. Komt-ie, Enschede. Enschede is geen Napels. Maar je kan hier wel hartstikke leuk doodgaan. Het eerlijke verhaal. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in een Rotterdamse mattelcontainer niet alleen sprake was van een onveilige werksituatie... Maar dat was ook nog eens een keer de bedoeling. Boefjes. Ja, je wordt er wel vierde mee op het WK. Wat een trage zaal. Goed. De Messias. Messias nieuws. Pieter Omtzigt. We hebben gisteravond geprobeerd. Maar die was hier. Pieter Omtzigt. Kan over water lopen. Alleen niet zo heel ver. Zeg maar zo'n stukje. Maat 44. En tenslotte zijn we erachter gekomen. De mens is niet de kroon op Gods schepping. We zijn niet de kroon. We zijn de putplug. Dat is het eerlijke verhaal, want we doen maar wat. Zaad, dat zijn wij. We zijn zaad. En hij hier ziet zitten op de eerste rij, straalt er ook vanaf.
Je kunt nog gewoon. Jij bent begonnen als zaad. Jij bent begonnen als zaad. U bent begonnen als zaad. Er zit nog wat. We zijn allemaal begonnen als zaad. En dat was een tijdje geleden, maar ik weet niet of je nog kunt herinneren. Het allereerste ritje ooit. Wij maken als zaad. Dwars door de erectie van papa. Kun je dat nog herinneren? Dat hij dwars door die erectie ging. Ja, dit is een beeld dat hij dus de rest van de avond nodig om dit weer van je Netflix te krijgen, dames en heren. Nee, maar kun je het niet herinneren? Een soort van Efteling-attractie, wil. Ik zou het niet de Python willen noemen. Pis een beetje. Nee, maar we zijn allemaal begonnen als zaad. Zaadcelletjes. Zaadcelletjes, weet je nog? We zijn begonnen als zaadcelletjes. En wat dacht dat zaadcelletje toen hij net op aard was? Had maar één gedachte in de kop. En wat was dat? Eitje. Eitje dacht het zaadcelletje. En het eitje dat begon te rennen alsof zijn leven ervan afhing. En dat was natuurlijk ook zo. Maar hij was niet in zijn eentje aan het rennen, hè? Nee. Hij was aan het rennen met 30 miljoen andere zaadcelletjes. En Enschede, ik kan er één of twee naast zitten, die zijn gemiddelde. 30 miljoen zaadcelletjes. Mijn god, wat een bul dan niet aan. 30 miljoen. En al die 30 miljoen die waren aan het rennen en op weg naar één eicel. Eén. Typisch vrouw, vind je? Dan ben je met 30 miljoen keels onderweg naar één wief. En wat doet die vrouw? Die past ze allemaal aan. En die stuurt uiteindelijk bijna alle 30 miljoen weer terug en houdt er eentje. Dat is gewoon het businessmodel van Zalando. 30 miljoen zaadcelletjes. En dat moet toch nog goed gaan, hè? Want je had ook wel eens dan eigenlijk gewoon pech als zaadcelletje, hè? Dan was je aan het rennen, jongen. En het zweet stond echt klam op je zaadcel voorhoofd. En dan was je aan het rennen en in één keer, pok, dan kon je niet verder, hè? Dan kon je niet verder, dan zat je met je zaadcelneusje vastgeplakt in een raam. Een rubberen raam. Kun je dat nog herinneren? En dan stond je daar weer wel vastgeplakt. Niet duwen, jongens, niet duwen. En dan stond je daar weer wel. En je kon gewoon geen kant meer op. En je was zo dichtbij, hè. Want vlak voor je lag dat eicelletje. Maar je kon er niet bij. En wat dacht je dan? Wat dacht je dan? Kut, dacht je dan. Je dacht, kut. Maar ze lag daar vlak voor je, met de beentjes gespreid, helemaal provocerend. Kom maar jongen, kom maar jongen. Maar je kon gewoon geen kant op. En als je zo, en om je heen, weer wel hartverscheurende tafereel, hè. Kun je dat nog herinneren? Hartverscheurende, lag je daar met 30 miljoen zaadcelletjes in dat hele kleine tuitje. In dat hele kleine tuitje. En die vonden allemaal hun waterloo na. Als je zo aan het leven moet beginnen, dan snap je dat veel mensen op latere leeftijd rondlopen met angststoornissen. en ik lul niet wat ervan. Het was gewoon verschrikkelijk hoe die mensen moesten beginnen. En dan had je bijvoorbeeld in Twente, moet je maar, maar er zijn gewoon 30 miljoen slachtoffers per zaadlozen. Dat is gewoon 5 holocausten per trekbeurt. Dat is veel. En ik ben heel benieuwd wanneer Mark Rutte daar zijn excuses voor aan gaat bieden. Wat een slagveld, wat niet dan? 30 miljoen dooi, elke keer. En ik ken moeders in Twente. En ik zeg dit er maar vast bij. Maar binnenkort, weet je wel, dan moet je binnenkort maar eens naar terugdenken aan dit moment. Als u binnenkort de zakdoek van uw zoon weer eens in de wasmachine moet stoppen. Kijk, die zakdoek willen die een beetje knispen. Die een beetje hard zijn gewoon. Uw zoon, jongen, uw zoon, dat is gewoon massamoordenaar. Dat is gewoon de Pol Pot van de plakkende handen. En ik ken in Twente dus moeders. En dat zijn christelijke moeders. Ah, die kunnen dat gewoon niet over hun hart verkrijgen om die zakdoek in de wasmachine te stoppen. Weet je wat die doen? Dat zijn christelijke vrouwen. Weet je wat die doen? Die binden die zakdoek met dat zaad. Die binden dat vast aan de spiegel van een auto. Let er maar eens op, ze rijden overal rond in Twente. Dat zijn christenen. En het is natuurlijk verschrikkelijk, al dat leed, hè. Maar het is ook een hele rare streek waarin wij wonen, hè, Twente. Maar je hebt in Twente heb je dus boeren.
boeren en die krijgen een prijs. Twentse boeren krijgen een prijs als hun koe meer dan 100.000 liter melk geeft. Daar krijgen de boeren een prijs voor. Terwijl ik denk van, wat is nou voor onzin? Beloon de boer nou alleen bij een volle zakdoek. En dat hij dan een sticker krijgt. En na 30 jaar trouw trekken krijgt Johan Reunbrink uit Goort gouden zilverhoedje. Dat zijn prijzen. Ja, maar het is natuurlijk verschrikkelijk de laatste tijd met al die ellende en mensen die actie voeren wil. Mensen die de laatste tijd, die binden zich vast, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, die lijmen zich vast aan schilderijen en aan talkshow tafels om aandacht te vragen voor iets. En dan denk ik van, ja, ja, dat denk ik dan. Als je namelijk echt aandacht wilt vragen voor de natuur, dan moet je niet vastplakken aan een schilderij. Dan moet je je vastplakken aan een Boeing 747. En vasthouden. Vasthouden. En dan plak je er meteen een korte vakantie achteraan. Heb je de volgende dag natuurlijk wel wat uit te lengen bij de vrienden van je milieuvereniging. Maar die denken, nou, zag ik je nou gisteravond met vliegtuig op vakantie gaan, fucker. Zelf ben ik ook van plan om actie te gaan voeren. Want u kent mij als een heel actief jongetje. Ik ga me binnenkort ook vast laten lijmen. Dat ga ik doen. Ik ga me vast laten lijmen met mijn voorhuid aan het achterhoofd van prinses Amalia. Als bescherming. Als rugdekking. Want het meisje wordt bedreigd, hè. Want het meisje wordt bedreigd door de georganiseerde misdaad. En ik hoorde dat, hè? Ik hoorde dat. En ik dacht van, echt jong, wordt Amalia bedreigd door de georganiseerde misdaad? Echt waar, jong? Zitten haar eigen ouders erachter? Nee. Takkie, hè? Takkie. Takkie van de drugs. Takkie van de drugs. Nou, en toen dacht ik van, jongen, wat, ik ga het gewoon doen. Ik ga me gewoon vastlijmen met mijn voorhuid aan het achterhoofd van Amalia. Ook om een signaal af te geven. Een signaal aan extreem rechts Nederland, die mij dan vastgeplakt aan het achterhoofd zien zitten en dan denken van, nou ja, Manuel, het is in ieder geval geen Jood. Maar voor de rest, dames en heren, we doen maar wat. We doen maar wat, hè. We janken, we bidden, we zitten op de knieën, te bedelen om aandacht. Hè. We willen getroffen worden over alles en nog wat. We hengelen naar liefde en vooral naar applaus. Hè. Dat is wat wij doen, wij mensen. Wij hengelen de hele dag naar applaus. Dan staan we ergens en dan hengelen we, hè. Dan hengelen we naar applaus. Dan hengelen. Dank u wel. Ja, beste Leu, het wordt hier nou eens een paar vlaggen weer opgehoord hangen. En we willen eens beginnen met de Twentse vlag. Want ja, wij Twentenaren hebben natuurlijk allemaal last van de energiecrisis. Ik weet niet hoe het bij jou in huis is, maar het is bij ons onmeunig koud. Echt onwijs koud. Mijn vrouw zegt van, Jan, kom dan luk eerder naar Bergen en knoep mooi bij mij achter de batterijen. Maar ja, dat doe je dan niet de hele dag. Het voordeel is waar, ik drink nu mijn bier op kamertemperatuur. Ja, dat is het voordeel. De vlag geeft andersom. Want nou eerlijk weer, het was zo'n beetje 100 jaar met de gat op de pruus aan staan. Nu geert hem met de kop op de pruus aan. Dan kun je, ja, dan kun je kijken wel de dikste heeft. Afijn, wie gaat vandaan? Dit is de vlag, kent jullie allemaal waar? Die is van Oldenzaal. Ja, ja, en speciaal voor alle boeskul hangt wie die ook op. Ja, dat is wel grappig, want wie hebt in Lossen bij ons voormalig Hotel Marktzicht. Daar zitten ook Oekraïnse leu. Die hebben allemaal de Oldenzaalse vlag op de kop, boeten, rang. Ik zeg, waarom doe je dat toch? Ja, wie past ons aan? Ik zeg, mooi. Trouwens, ja, leuke vrouwleuren, want wat doet Kiev, uit Kharkov, wat doet de buurt van Tsjernobyl. Die waren niet zo knap, maar hadden wat uitstraling. Afijn, ja, Oldenzaal, ja, Oldenzaal, ja, leuk voor Oldenzaal, want die hebt natuurlijk een beetje een boxkutten van, joh, zijn in de vastentijd op Palmzondag gaan ze een carnavalsoptocht. En dan hoor ik om u nog van carnaval, maar niet op Palmzondag. Kerk en
de Matthäus Passion tegelijk met de carnavalsoptocht. Kun je je voorstellen, het was een grote bende, Polonaise, Hollandaise op Golgotha. En de lijkwaarde, daar werd het bloemetjes gordijnd. En dinsdags met een carnaval aan is ook nog vuurwerk. Moet je nog wel in de goede heilige stille week vuurwerk op dinsdagavond. Maar is ook wel logisch. De burgemeester van Onzaal, dat is Patrick Welman. En ik koop op Glanenbrug. En dan wil ze het hele jaar wat vuurwerk hebben. Maar jelle, had maar pleerde knalt de holste van hè, af een. Dames en heren, en dan oeh, paar Glanenbrug. Dames en heren, nu komt het hoogtepunt. Althans voor de aanwezige lossenaren. Want dit is de vlag van... Ja, heel veel van Losser. En eerlijk, wij lossenaren, wij staan zeker niet achteraan. Wie bent de poort naar Europa, de metropool aan de Dinkel, de geboorteplaats van Kim Kutter en wie doet ook met. Speciaal geeft onze Losserse vlag op de kop voor alle leu die... die ook geen flauw idee hebben waarom die vlaggen allemaal op de kop gehad. Dus speciaal voor die leu, de Losserse vlag. En ik vind het het hoogtepunt van de avond. Op de kop. Zo. Prachtig. Mooi. En dan zal ik zeggen, heisen maar onder die prachtige wat normaal, hoe direct ook. Onder die prachtige, mooie woorden, ben je mangselijk hellig. Hey, helligheid is bloot. Denk daarna, hoe losser, hoe beter. En onthoud dat goed. Dank je. Oh. Ik denk dat losse emotioneel nu wel helemaal onmuurig vochtig is geworden. Nou, niet dames. Best leuk, God vandaan. Drie cabaretjes, die kunnen hem onwijs gaan schermen met een paar mooie grapjes. En wie begint met de one and only Thijs. Dankjewel! Kels, ik heb eigenlijk een verzoekje. Ik wil eigenlijk dat we samen iets een soort beweging gaan beginnen. Dit is iets, dat is nieuws van afgelopen zomer en daar maak ik me eigenlijk een beetje zorgen om. En ik dacht eerst, ja, het is nieuws, het heeft in de krant staan, maar is het dan ook echt nieuws, hè? En toen ben ik er later achter gekomen dat klopt. En ik zal het u vertellen. Ik heb afgelopen zomer een aanvraag gehad om een optreden te doen voor een kliniek van plastische chirurgie. Hier in Enschede. En ik dacht, oh, dat is wel mooi. Hè? Zijn ze kunnen op maat grappen van maken. Ik dacht, was een chirurgie, oh, ramp je er gewoon een paar grappen mee. Geen probleem. Dus ik dacht, dat komt wel goed. Kwam ik daar. En toen vertelde die man zo waar het optreden over moest gaan. En toen vertelde hij mij iets. En dat stond dus in de krant. Dus het was waar. En daar schrok ik van. Dat had namelijk te maken met de aanvragen die hij kreeg voor het opspuiten van lippen. Er zijn namelijk heel veel meisjes van onder de 18 die het heel graag willen doen. En dat kwam, zei hij, door een beetje door TikTok en Instagram en zo. En influencers. Dat zijn meisjes die zien er perfect uit op beeld. En die doen van die dansjes. En dit is perfect, en dit is perfect, en dit is perfect. En hebben allemaal een gezichtje glad. Het zijn allemaal filtertjes. Hè, en die hele dikke lip. En die meisjes denken nu allemaal dat ze er zo uit moeten zien. Thijs, je gelooft het of niet. Maar het aantal aanvragen van meisjes onder de 18 die hun lippen willen opspuiten, is afgelopen jaar gestegen met 85%. Maar dan denk ik, kerels, dan moet toch wat ding beginnen, want dat wilt wij toch helemaal niet. Of jullie wat? Ik heb nog geen één ontmoet die dat lekker lik. Wat? Lik hoe dat lekker? Is dat niet lekker? Ik denk, ik toch wel met wil tong, dan tong ik wel met een rubber boord. Nee, heb je dat? Waar heb je dat? Als je lucht aan het oppompen bent, dan denk je, god, toch maar wat lekker. Ja, er zijn een paar dames waar je dat lekker bij vindt, maar dat bij films, dat wil je eigen dochter niet in zien, toch? We hebben een vrouw in Albergen, die heet Cynthia. En Cynthia is geen origineel Albergenaar, ook geen Tukker, maar ze woont er al wel een jaar of 20, 25. En ze heeft daar in haar 20 jaren ook heel veel laten doen aan haarzelf. Toen al. En het is niet normaal als je nu kijkt hoe zij eruit ziet. 20 jaar verder, ze is eind 40, maar echt, het is in één keer strak getrokken. Maar dan blijf je strijken, hè. Dat is al ver vies mogen gebeurd. Het ziet er echt niet uit. Het ziet echt niet uit. Echt, als je haar nu bekijkt, is eind 40. Hè? Maar ze zitten zo oud uit. Kreeg haar 3 jaar AOW. Ja. Ja, en dan van die hele opgeblazen lippen. Dat lijkt net knakworsten. Ze zeggen, ja, dat is over 3. Maar echt, het zat 3 maal betten door de eigen mond. En doordat het allemaal strak getrokken is, beweegt het ook niet meer normaal. Een soort Marijke Helwegen van Albert geworden. Echt waar. En dan roept zo Cynthia zo... Daarom noemen we hem ook Cynthia. Maar
Nee, maar ik maak me daar gewoon, en dat is het enige, ik maak me gewoon zorgen om mijn eigen dochter. Zo eerlijk ben ik ook. Want dan denk ik, ja, maar dat wil mijn dochtertje misschien straks ook, als dat nu al de norm is. Wil plastische chirurgie, dat was toch wel bedoeld om alle wieven wat jonger te laten lijken. Maar tegenwoordig is het dus om jonge meisjes ouder te laten lijken. Dat is toch de omgekeerde wereld. En dan denk ik straks, wil mijn meisje dat ook? Die is nu 6. Als dit nu al normaal is. Ik had vroeger, als ik de bibel hoorde, een merktrui nodig en dat was het. En die had ik ook niet. Want ik had, ja, ik kom uit zo'n gezin, dan moest je alles aan wat uw broer ook aan had. En mijn broer is 6 maanden groter dan mij. Dat is leuk, hè? En we mochten ook nooit naar de kapper, dat was veel te duur. Mijn broer, mijn zus en ik, we mochten nooit naar de kapper. Hè. Kregen we altijd mijn moeder die het zelf gewoon doet. Kom maar één model, blockhead. Met zo'n hele grote brede kam eroverheen. Naar grasmaaien. Ik heb 15 jaar lang als fiedel niet door rond gelopen. Hij is niet leuk hoor. Zeker niet voor mijn zus. Maar, nee, ik denk de reden dat zij nu lesbisch is geworden, was dat omdat mijn moeder niet kan knip. Maar dat ging niet op. Ik maak me dus zorgen om mijn dochtertje. En denk ik van, als die straks ook 15, 16 is, wil zij dat dan ook? Als dat nu al de norm is. En dan moet ik zeggen, toen kwam Rob, Maud, die kwam met een goede tip. Hij heeft al die goede tips. Hij zegt, Thijs, je moet doen wat vroeger ons pa en ma ook bij mij doen. En wat uw pa en ma ook bij u hebben gedaan. Een afspraak maken met uw kind. Dat, he, ken je toch wat van, hij tot op de 18e niet gaat roken, dan krijg je van pa en ma, weet je wat, toch? Ik denk, goddom, goede tip, Rob. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Sarah Bimiru. Ik zeg, Sarah, kom even bij papa. Kom eens, meisje. Ja, ja, ja. Als jij tot jouw 18e jouw lippen niet gaat opspuiten, dan krijg jij van papa een borstvergroting. Dat is slim, hè? Ja, noem maar hoort maar ze zich aan hold. Dat is het enige wat je kunt zeggen. Mensen, ik mag de volgende artiest aankondigen voor haar 5 Minutes of Fame. En dat vind ik heel gaaf, want zij komt uit Borne en is de enige vrouwelijke artiest binnen dit genootschap. Mag ik vast een zittende ovatie? Begint u maar te klappen voor Nathalie Baarman! Born to be alive, born to be alive. Borne! 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 Borne to be alive. Leuk! Wie meid zo onmeunig blijven dat de Russen dit jaar niet de grens ouwe bent gaan bij Gronau. Werkelijk waar. Want als ik nu ook zo kijk naar deze lieve, vriendelijke Twentse gezichtjes, dan weet ik gewoon, wie gaat dat niet redden? Wie gaat dat niet redden? Wie kunt helemaal niet omgaan met een oorlog? Ik weet nu al hoe de gemiddelde Nederlander zou reageren als er wordt gevraagd, ga met naar de oorlog? Dan zal er antwoorden met, nee, ik heb nog geen tijd. Ik heb een 3:30 Zoom-vergadering, morgen papa-dag. En wat ook het probleem is, wil me erop afsturen? Hè? Wel neemt de leiding? Ik weet het niet. Het enige duo dat in mijn hoofd nu opkomt is, ja, duo Glennis Grace en Matthijs van Nieuwkerk. Ja, dat denk ik wel. Hand in hand naar het front. Even met aan het bekken. Maar voor de rest, ik heb de oude nodig. Ik weet het niet. Ja, Wout Weghorst. Solken, die smiet zich er wat voor. Hè, dat geeft wat beuken. Er gaat wel vechten, werkelijk wat dit en wat hij is. Maar, dat is het. Maar als ze dan verleuren heeft. En hij ligt daar op de grond, hè? Totaal verpampus. Uitkotst door de tegenstander. Vernederd. En als de tegenstander hem nog een trap nog heeft, dan steekt hij op en dan geeft hij erachter aan. En dan zegt hij: maak t-shirtje. Maak t-shirtje. Mijn t-shirtje, als aandenk. Oh. Kinderwerk, werkelijk hoor. Ik heb me kapot schaamd. Ik kreeg ook allemaal appjes van vrienden. Kom den Duil uit Born? Joh, den Duil komt uit Born. Dat is toch geen trots, man? Hè? Dat is gewoon provinciale nederigheid. Mijn t-shirtje, mijn t-shirtje. Ja. Ja, ik weet niet, wel met erop als Rutte. Ja, daar zie ik toch ook werkelijk hoor, die zie ik niet. Als een herrezen Zelensky een t-shirtje met korte mouwen. Nee, ik zit niks voor hem. Ik denk als hij hoort dat er oorlog is,
Dan pak ik meteen zijn telefoon en geef ik sms'en met Johan Remkes. Help. Hij weet niet wat hij moet doen, hij weet niet. Hij weet werkelijk niet. En dan denkt hij eens, oh god, ik moet je helemaal niet sms'en met Johan Remkes. Ik moet wat aansdoen. En dan wisten de sms'jes. En tegen dit tijd bent die Russen al lang via de N34 op de Holteberg. Zo is het waar. Zo is het waar. En dan als Johan Remkes vraagt, dan komt de eerste, dan komt een commissie. Dan komt een onderzoek. Dan komt een rapport. Dan komt er een aanbeveling. Dan komt er een debat. Dan komt er een parlementaire enquête. Tegen de tijd dat ze weten wat ze hadden moeten doen, praat wie al lang Russisch. En voor de rest, ik vind Johan Remkes vind ik wel een beste keel. Beter dan in Anen, hoe heet ook alweer? Johan Derksen? Ken je die man van Gedda? Ik heb van die man van Gedda toch een kerstkaart gekregen met Johan Remkes erop als kerstengel met een kerstje in de hand. In het knuske, bij het kruiske. Dat is geen leuk grapje, geloof ik, of wel? Nee, maar ik weet niet. Ik weet werkelijk niet. Nou, en, nou ja, en dan heen natuurlijk. Er is er waarschijnlijk maar één die het heel leuk vindt om naar front hen te gaan. Dat is onze grote geheel onthouden Gideon van Meijeren. De snotaar van de Forum voor Democratie. Deze 2 weken lin hebben ze hem nog oppakt. Want hij reed zonder riebewies op een snorfiets. Op een snorfiets. Een heel klein zwart snorf. Snorretje. Heel klein zwart snorretje was het. Hè? Weet je wat denk je op zijn tijdlijn van Twitter heeft staan? De staat gedraagt zich als een tiran die zich tegen de eigen bevolking heeft gekeerd. We worden beroofd van onze fundamentele vrijheden en grondrechten. Het volk heeft het recht, nee, zelfs de morele plicht om zich hiertegen te verzetten. Ik denk, is er naar Noord-Korea verhuisd, wat er gebeurd? Hè? Denk echt, als je zoiets zei, dan word je in Iran gepontificaal, word je geëxecuteerd. En hij kreeg voor deze uitspraak kreeg hij gewoon een royaal salaris uitkeerd. Is toch verschrikkelijk? Hè? Maar goed, wel neemt de leiding, dat is één probleem. Maar het andere probleem is, hoe krijg je de leugen gemobiliseerd? In Born krijg je helemaal niet gemobiliseerd. Ik weet zeker dat uit mijn broer voor zegt, is oorlog. Dan zeggen, ah, godverdamme, oorlog, nu al begun. Ik stond net op punt om nieuwe potgrond te halen, bij Borghoes in Deurning. Nou ja, dan god maar weer naar binnen, dan maak ik me weer een preetwaard. Dat is een typisch Bornse reactie, gewoon heel degelijk. Gewoon ellende, niks zin, gewoon deur, gewoon waar je mee bezig was. Door het heel veel leu, overigens. Gewoon ellende, niks aankijk, maar gewoon deur, gewoon, hè? Ja. Nou, en Ernstke kreeg je ook niet mobiliseerd, hè? Over jullie denk ik ook helemaal niet positief wat dat betreft. Echt niet. Echt niet, want voordat de hulpdiensten, weet je wat, de nationale helden, de leu, wel echt wat aan hebt als de oorlog er is, hè? Gewoon ambulances, brandweerman, de nationale helden. Voordat de leu van betekenis kunt werden in de street tegen de Russen, moet ze eerst nog met een hoogwerker naar het volkspark om fretters te redden uit een reuzenrad. Dat is toch verschrikkelijk, hè? Dat kan niet, dat kan niet. Die leu moet de energie nog sporen voor 31 december, als al die achterlijke vuurwerkleu weer gang schoot. Door met die brandweerleu met nul zich door op voorbereiden. Maar ze waren in het volkspark, waren ze. In deze tijd. Hoe kun je dat nu doen? In een reuzenrad gewoon zitten. Hoe kun je dat nu doen? Hè? Dat is toch belachelijk, weet je wat? Die meid al lang blieven dat je gewoon een normale, gedekte kurkentafel hebt. Met peutjes op de grond. Als je dat daar hebt, mij blieven. Met al die rijen leuven, de voedselbank. In Afrika meid ze blieven dat graan uit de Oekraïne aankomt. En wat doet ze hier in Eerske? Dan gaat ze met glaasje wien, gepofte tuffel en een wortelsalade, laat ze zich 70 meter de heugd in drein. Hartstikke gestoord. En dan gaat ze ook nog bellen met de ambulance. Je moet die fritters waar redden, niet met die fritters waar redden. Ze is helemaal hoog. Ik zal het niet doen. Ik zal er heen gaan en ik zeg, red u de met. Echt hoor, ik ga het niet doen. Ik zal er gewoon heen gaan en ik zal er gewoon staan met een grote megafoon. Wegens overweldigend succes. We maken er een kerstarrangement van. Inclusief 2 hotelovernachtigen. Wie zit mekaar? Voor jullie aandacht mag
aandacht. Hij is met snelbusvaart gekomen. Via Borne. Aselo. Hier is hij dan. Uit Goor. Helgen Hendrik. Goor, Goor, Goor. Een van de dingen die dit jaar in februari ongemerkt voorbij is gegaan, is het feit dat ik 64 jaar ben geworden. Ah, ah. Dat is mooi, dat is mooi. Ja, ja. Nee, dus ik ben 64 jaar geworden. Dat betekent dus dat ik in jaren 50 van de vorige eeuw ben geboren. Jaren 50. De jaren dat de KVP het nog voor het zeggen had, de Katholieke Volkspartij. De jaren dat er nog eens een fatsoenlijke watersnoodramp plaats had. Dat heel Nederland nog blank was. Blank stun. Jaren dat er nog DAFjes en NSU's rondreden. Je weet nog. Niet dat er, waar ik geboren ben, dat er van de auto's langskwam. Integendeel zelfs, kijk, ik word nu in de mondaine grote plaats Goor. Je weet. Maar ik ben ooit geboren in het kleine, in het fijne, in het idyllische gehucht Stokkum. Ook wel het Bethlehem van Europa noemt. Door aan mijn va, Jozef, zo heet nee. En mijn mo. Oh, jullie kent Maria. Zo hadden ze een klein stulpje, een boerderieke, met een paar beesten, een os en een ezel en een paar schuipen en zo. En daar ben ik dan ter wereld gekomen. En heel Stokkum kunt toch hun dat er aankwam, want mijn moeder was onmuurig aan schreeuwen. Echt onmuurig aan schreeuwen. Het was een zware bevalling. En daaroverheen was mijn vader weer onmuurig aan schreeuwen tegen mijn moeder. Of nee, was zachter komen, die was slaap mee. Maar dat, maar goed, uiteindelijk ben ik dan toch ter wereld gekomen. De kleine Hendrikus Antonius van de Petten, en lag ik nog naakt in mijn kribbetje in Stokkum Oost. Het hele feit is al 64 jaar geleden. En dat betekent dus, als je bij elkaar optelt, dat ik zeg maar uiteindelijk nu dichter bij de dood zit dan bij de verwekking. Dat, ja, dat is een eenvoudig rekensommetje. En dat bracht me toch een beetje aan het denken van de wekker. Ik zat in één keer te denken: wat nu? Als een dokter tegen mij zal zeggen van Hendrik, je hebt nog één dag te leven, morgen ben je dood. Dat kan, hè? Wat zou je dan doen? Hebben jullie wel eens over nodig dat een dokter zeg maar nu tegen u zal zeggen van nog maar één dag te leven, morgen ben je dood. Wat zou je doen? Over nodig? Ik heb wat. Kijk, als een dokter vandaag tegen mij zal zeggen van je hebt nog maar één dag te leven, dat is het eerste wat ik zal doen. Heel vlot naar de computer en rennen, erachter gaan zitten, surfen naar bol.com en echt alles bestellen wat ik ook maar enigszins kon bestellen. Echt alles bestellen. Pannensets, waterbedden, auto's, maakt niet uit. Bestel maar. En alles op de pof. Betaling achteraf. Ja, dat was mooi. Hij dan de volgende dag inderdaad, hè, wat de dokter even zegt, hij dan in de kamer ligt zo, hè, de people uit zo, dat er voor 10 uur al 3 van die DHL-busjes bij de mensen. Dat ligt niet zo mooi meer, maar. Daar doen de vrouwen, zeg maar, sport. Daar doen de vrouwen sportvroeg nog naast de kisten zeggen van: oh, Hendrik van de Petten, die leeft niet nog niks in de weg. Maar door de 15e DHL-bezorgende ze op de kist afritten zegt: Hendrik van de Petten, die smerige drietbuil. Ik wacht de crematie niet eens af. Ik steek ook nu al in de fik. Oh, ik zal niet doodlachen, denk ik hoor. Nou goed, binnen ben een dokter geweest. Een dokter heeft me gezegd dat ik kerngezond ben. Ik kan wel 100 jaar worden. Met andere woorden, slecht nieuws. Jullie bunt nog lang niet van me af. Dag. Thank you.
Hey Rob. Hoi. Rob? Wat doe je dan? Witwassen. Zagen een sterren van wonderen pracht. De sterren die keurig de wijzen naar Bethlehem had gebracht. De sterren die stralend en helder, zei koningen hier moet je heen. Toch was rond de kribbe verzameld, een koning het was er slechts één. De zwarte koning bleef achter, de grens was er eentje te ver. De vluchtelingencrisis die speelde hem parten zoals her en der. Maria vroeg waar is toch Kaspar, of dacht je dat dat niet opviel? Zei sorry Maria ministers, verlenen hem steeds geen asiel. Sint-Jozef keek toen in de ronde en vroeg waar is nummero 3? Ik mis namelijk ook geschenken, het wierook wat enkel ik zie. Ik zei Jozef, daar heb je gelijk in, maar heden terwijl ik dit breng, staat Balthazar voor de douane, met mirre zijn ze steeds zo streng. Maria en Jozef verzuchten, daar moeten we het maar mee doen. Het gaat eigenlijk om de gedachte en niet om het geld of de poen. Dus toen knielde ik in mijn eentje bij de pasgeboren Heer, blozend van weelde en liefde, in armoede ootmoedig neer. Dank je. Ja. Zo, ja, meneer Feek, jongens ook, kom maar, koning. Zo. Ja, beste Leu, ja, het is een beetje verdrietig. Ik sta je alleen als drie koning. Dat is op zich al heel bijzonder. En ik doe ook gewoon Twents, want je weet het waar. De wezen komen uit het... En wat spreekt ze door? Arabisch. Maar aangezien mijn Arabisch net iets slechter is, dat plat doop mij gewoon in Twents. Ik hoop dat je me vergeeft, beste Leu. Ja, het was moeilijk voor mij. Ik ben hier helemaal alleen aan de kribbe aankomen. Balthazar die kwam bij de Lutte grens niet houden. Er was weer controle. En mirre, dat is een verdovend middel. Daar word je high van. Dan ga je Gloria in. Ja, 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 ik zelf iets weer. We gaan heel high van zingen. Dus ik kwam er niet door. Dan moet ik zeggen, dat was vroeger toch wel een stuk makkelijker. Hij bij ons in Overdinkel een losse de grens overging. Dat ging nooit zo heel lastig. Weet nou waar dat mijn vader moet aan wat noemen. De kamies, die tikken op het raampje. Pa die het raampje los. Hij zegt, alcohol, sigaretten. Nee, dank je, zei pa. Ik heb heel karabak al vol. Ja, zo ging ja. Nee, maar tegenwoordig is dat die... Oh, ik vind dat drugs... Ik vind dat echt wel een groot probleem, ja. Je ziet het overal. Zelfs bij boer zoekt vrouw op zijn speeddate. Nou, moet je nagaan. Het is toch... Ja. Ja, dat geeft niet. En Kasper, ja, nou. Ik heb nu een fake Kasper bij me. Hi, vent. Kusje erop. Een hele lieve jongen, maar hij zit eigenlijk in het AZC. Ja, maar dat zit al heel lang, want hij was op de kameel en dat is altijd nog een stuk sneller als met de NS. Dus, nu zit het door en hij verveelt zich natuurlijk al meunig. Ik zeg, nou Kaspar, ik zeg, dan moet je aan het werk gaan, dan moet je solliciteren. Maar ja, zeg, dat is als zwarte koning is dat niet gemakkelijk, hè. Dat is veel discriminatie op de arbeidsmarkt, dat is heel lastig. Ik zeg, ja, je moet toch proberen, even dan. Toen hebben we solliciteerd bij een hoveniersbedrijf. Dus ik hem later weer opbelde. Ik zei, nou Kasper, weet wanneer zeggen, ik ben afwezen. Ik zei, waarom dat dan? Ja, ze zagen er een met groene vingers. Ik zei, lichtgroen of donkergroen?
Nee, lichtgroen. Ik zie haar aan hoog top. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben wel eerlijk. Je hebt er met Drex een roetveerkoning van gemaakt, dat zie je waar. Dan ben je Drex hip en helemaal woken van deze tijd. Maar nou eerlijk weer, ja, Zwarte Piet, dat is niet meer. Ik moet wel zeggen, daar heb ik trouwens ook geen probleem met tradities veranderd. Kort sprak ik trouwens maar een dikke, blanke, boze man die heel hellig was dat Zwarte Piet er niet meer was. Ik zei, ach, Kiel, maak ook niet zo na. Jongens, ze pakt ons alles af. Ik zeg, stuur je dan nog kerstkaarten? Nee, zeg, een appje of op Facebook. Ik zeg, waarom dat dan? Ach, zeg, tijden veranderd. Ik zeg, nou, dat heet dat. Tradities passen zich aan de tijd en veranderen de samenleving. En de tradities, die passen zich door aan. Loo, heel eerlijk weer, vroeger doen ze de kop van de gans aftrekken, dat is ook niet meer. Een haan in een korf doodknuppelen, dat is ook niet meer. Hellige wiel aansteken op de brandstapel, dat is ook niet meer. Dat is toch op zich best een leuke traditie. Afijn. Zwarte Piet is dus voort. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben bang dat Sinterklaas toch niet zo heel lang meer volhoudt. Nee, loo, maar heel eerlijk weer, een zwarte met een grote zak, dat is nog wat te verdedigen. Met een bisschop met kinderen op de schoot, dat wordt tegenwoordig ook heel lastig. Beste leuk, denk al met elkaar nog met maak dan met de intocht al even het peertje naar de zingen. Alhoewel, de Partij van de Dieren. Nou, dat ook maar vergeten. Afijn, ik kom dus helemaal alleen bij Maria in de stal. Dat was wat naar moedig spul. Ik zei, Maria, heb je hier bevallen? Ja, zegt ze. Ik zei, wat naar moedig soortje of niet? Ja, zegt ze, weet ik wat. Ik zeg, heeft Jozef dan wel op Trivago kijken? Ja, heeft ze, hebben we. Ik zei, nou, ja, zegt ze, één ster. Ja, och, en ze lacht er ook niet altijd best buur, wat een zware bevalling was. Ze was zwaar, och, Jozef en Maria, vreselijk. Ach, zegt ze, het kind ging nog wat. Met dat aureooltje, dat bleef iedere keer haken. Lastig, ja. Heel lastig. Maar het was wel heel mooi. Er was ook nog een herder, die had nog meer nog een bult voor de kop. Hele dikke bult. Ik zei tegen een herder, wat hij toe dan had. Ja, hij zegt, ik ben ergens tegen aangelopen. Ik zei, oh, wat ben je dan tegen aanlopen? Hij zei, ik liep tegen het nieuwe jaar. Ja, heel na, of niet na? Nee, wat dat dan geeft. Maar het is toch wat bijzonder. Een klein is wat groot worden. Is heel bekend worden. Dat komt natuurlijk ook door. Oh, is weer last van de spierverslappers, geloof ik. Hup, kills. Ja, die wordt oud. Daar blijf je niet zo lang meer overeind. Dat kent hij misschien wel. Afijn. De zoon is naberoemd. Wat ben je nu helft? Nu, nu. Kijk, hij is heel lief, hè? Ja, een kusje. Afijn. Hij heeft een heel beroemde zoon. Dat komt natuurlijk ook ja, door het overlijden. Dat is natuurlijk heel erg bekend. Wat nu nog over praat. Maar hoewel, zo heel bijzonder is dat niet. Mijn buurman is ook wel aan het kruis gestorven. Had chlamydia. Ja, hij bleef er nou wat nuchter onder. Ik zeg, het is wat dan niet zo'n geslachtsziekte. Och, zeg, ik zie het meer als een relatiegeschenk. Ja, wat mooi. Afijn. Wijzen of koningen of wijze koningen, wie bindt het waar? Maar wie hebt er, ja, met alle respect, hoor. Willem-Alexander is nog niet zo'n heel klok. Laat er niet aan mijn rijden. Nee. Die wist er iedere keer weer precies op het juiste moment in de nesten te werken. En hij heeft geluk aan de Maxima even. Oh, gewoon zo'n prachtige Argentijns. Oh, ik ben helemaal fan van Maxima. Wat? Ja, hun ook, hè? Ja. Nee, ja. Oh, ja. En immers vind ik fijn. En onze paus ook, hè? Argentijn. Ik ben helemaal fan van Argentinië. En van Argentijn. Tuurlijk, ze kunt leur laten verdwijnen. Zal Hans Klok jaloers op weer, maar... ja. Ja, het onderslepen van de Messi's bedenkt ze zich van alles goed, of niet dan? Nee, dan moet ik heel eerlijk zeggen, Oldenzaal, dan is Oldenzaal even een stuk beter voor elkaar. Nu hebben ze alleen als hoogheid een Prins Carnaval. En dat er dan niet wat was, kunnen ze op als woensdag in ieder geval nog zeggen, nou, dit is weer een frissen. Hè? Maar ja, wie zit er met? Afijn. Maar ik dacht, ik kan haar rustig zeggen, want ik geloof niet dat Willem-Alexander daar heel erg veel last van heeft. Dat is zo een prot, dat steekt hem helemaal niks. En ik weet, het enige wat hij misschien doet, is hem naar RTVO's, naar radio's bellen, en met Dorothy. En zeggen van, god Dorothy, kun je dat mooie plaatje nog hem aanvragen van Jannes? Oh ja, zegt Dorothy, van Jannes, ja, ik wil naar Griekenland. Ik voel dat. Afijn, dames en heren, ik zal niet verder zingen. Ik ben begonnen met Leertje. Ik wil nu eindigen met een riemselken. Nou, dat mooie oude versje. Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Het nieuwe jaar staat voor de deur, het oude boekhorst uit. Mijn wens is kort en krachtig, dood met mekaar toch niks zo door.
blieft opgewekt en monter en goed gemutst in het nieuwe jaar. Zalig goed einde. Dat witwassen van die vlag. Ik denk, dat is verdomme klonk. Dat is heel goed om te doen. En dat gaan wij ook doen. Ik dacht, we lopen gewoon met die alle vlaggen witwassen. Wie zit namelijk met zoveel vlaggen en vlaggen staat voor leu. En staat voor zoveel meningen. En staat voor zoveel verschillen. Maar wij wilden in onze herberg wilt wij geen verschillen. Wij wilden eenheid. Want iedereen is hier welkom in de herberg. Ongeacht wat uw geloof is, of ongeacht waar je vandaan komt, of wat uw voorkeur is. Iedereen mag zichzelf wezen in onze herberg. Dus heb besloten dat het tijd wordt voor een nieuwe vlag. Een vlag waar we helemaal neutraal bent. Waar we weer opnieuw kunt beginnen. En Enschede, dit is onze vlag. En die vlag staat voor iedereen. Voor iedereen in deze herberg. En iedereen mag zich door welkom voelen. Deze vlag, Enschede, bindt jullie. Ja, wie
nieuwe keuze.